tegelijkertijd op hoogste, dus het gaat er moeilijk op komen. Een glasvezel erachter, nou jongens, heel veel beter wordt het niet, denk ik. Wachtwoord. Koen die vraagt wat. Er zit geen wachtwoord op Teamspeak. User joined your channel. Nee, hij heeft 3DGM in plaats van 3DGN. Aloha. Ja, aloha Paulus. Te hola. Laat. Nou, het is iedereen beginnen. Van Hawaii of zo. Iedereen opent met aloha. Paul, waarom zit je op de hoek van de tafel met je stuur? Dat werkt toch niet? Nou, waarom niet? Oh, oké. Werken we wel in uitslag. ja. User joined your channel. Ja, Koen. Oh, ik heb helemaal geen Clio, ik heb een Mini. Heb je weer de verkeerde auto gekozen? Yo. Yo. Gaan we het nieuw, jongens? Is het met schade? Of is dit... Dit is met schade, ja. Is met schade, interessant. Oké, okay, ja, dan moet je goed rijden. Hoezo? Maakt dat uit? Voor je rijstijl? Geen commentaar. Zegt hij terwijl hij mij aan het beuken is. Heeft iemand een visie over de Teamspeak server of niet? Ja. Er zit daar al iets van Koen bij. Ja, Power heeft, maar die heeft geen geluiden, geen microfoon voor mij. Okay. Maar is je Mini niet zo snel of wel? Eventje uit de boel op, hè? Kom. Ja, ik heb op een of andere gekke manier heb ik een Mini. Ik zie ook een Audi rijden. Ik heb niet de goede auto gekozen, denk ik. Sorry. Ga hem toch niet. Andere kant, andere kant. Koen, als het goed is kun je ons... Oh nee, je kan ons ook niet horen natuurlijk. Doxie, je motorkap. Moet je hem hebben? Sorry. Hier, ik gooi hem naar achteren toe, maar pak het. Best te snel. Oh, we gaan met lak. Ah, slecht. Hij had er ook een kruis door het microfoon of de koptelefoon, toch? Of de... Nee, hij heeft allemaal in het ooggeval gewoon een kruis aan. Oké. Okay. Ja, dus, met een kruis hij erin. Kan ons ook niet horen, bedoel ik. Nee. Dat denk ik niet, nee. Dan moet je even 10 stuk instellen. Dat krijg je als je altijd 3 minuten van tevoren dingen doet, hè? Ja, hij had er maar 2 weken de tijd voor om het in te stellen, maar goed. Precies erop. Ook de ambtenaren niet? Ja, 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 het is grappig dat hij het op het werk altijd wel allemaal serieus doet, maar... Een hele andere kant van Koen te zien. Ja, dan is hij heel serieus en dan is hij alles al van tevoren geregeld. Robert, dit is wel even negatief voor hem, hè? Ja, ja, minpunten. Ja. Hey. Ja, die kunnen we wel even recht buigen. 2 laps to go. Test, test. Hey! Ja. Hey! 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 Kruisje klikken. Nou, hè? Dat is gelukt. Jonge,
Jongen. Oké, okay, en heb je het spel al aan het downloaden? Gaan jullie gewoon verder, ik ga ondertussen het spel downloaden. Ja, heb je al een account aangemaakt bij G2? Heb ik. Oké, okay, een Steam account heb je ook al? Was stil. Toen was stil, ja. Heb je al een Steam account? Nee, nog niet. Nee, dan moet je eerst even Steam downloaden. De wereld voor Koen ook. Vroeger, mijn account is van tijd, maar dat is lang geleden. Heel goed, ja. Koen. Of heel heb goed. Je nog wel Steam account ergens? Ik ga even kijken, jongens. Je wil een game PC ook? Ja. Shit, ja. Even puls op starten, jongens. Oh ja, website geblokt. Ja. Ah, even op dreef hoor. This is the last lap. Push up. Ja, even zijn man niet op dreef oprotten. Eigenlijk is een ontzettend scheidbak dit, zeg. Kom echt voor geen meter vooruit, dat ding. Nee. En ja, dat schelle geluid is wel mooi. Ja. Het is wel een leuk geluidje, ja. Heb je ook Tesla's in dit spelletje? Tesla's niet, maar wel... De Bugatti. De eerste is weer in de pocket. De Bugatti Veyron. Oké. Supersport, die zal ik zo eventjes. Jammer dat je niet de snelste tijd hebt, Evert. Ah, het scheelt maar 100ste, hè? Ja, maar dan nog, hè? Jij hebt ook een Audi, hè? Ik heb maar een Mini. Ja, en? Ah. Kom ik in de buurt of helemaal niet? Helemaal niet, zie ik al. Scheelt maar 3 seconden, Marcel. Ik dacht heel snel was. De controller is nog niet helemaal optimaal, Daan, of wel, Atoli, jongen? Oh, jawel hoor. Oh. Dat was, ik werd eerst op 100 geraakt en toen dacht ik van, weet je wat, ik ga even drinken halen. Oh. En je had ook schade volgens mij. Ja, ik had best wel vroeg schade opgelopen. Een krom wiel. Ik heb onze boze Brabander nog niet gehoord, jongens. Waar is hij dan? Ja, hij appte mij dat hij iets met zijn ogen laten lezen of zo. Oké. Even kijken, nou, hij had ook iets met zijn andere spelletje. Ja, en? Kan zijn dat ik wel even online kom, maar ik moet even start van een nieuw Destiny checken. Vandaag onderzoeken aan ogen gehad en weet überhaupt niet of ik kan gamen. Oké, dus hij zegt eerst, ik ga een ander spelletje spelen, maar ik weet niet of ik een spelletje kan spelen. Ja, dat is Daniel Feijen. Anders verlul je jezelf gewoon in één zin even. Dat is echt zo knap. Ja. Even kijken, edit events. Ja, doe me maar een ananas pizza, maar ik hou niet van ananas, alsjeblieft. Nee, niet van pizza. Nee, echt, what the fuck, joh. Nee, klopt, Season 13 is uit op Destiny. Dus dat snap ik wel. Maar ja, klopt, dat speelt hij 3 kwartier en dan is hij terug weer. Dus... Althans, dat had ik. Want ik speel ook al de laatste 12 seasons en het is dit zo. Ja, het is wel mooi gemaakt, maar het is inderdaad steeds hetzelfde. Ja, het is echt een World of Warcraft meets sci-fi first person shooter. Dus het is echt wel een heel erg goed spel. Okay. Maar... Door de overnames en dan splitsen ze weer van Activision af. En dan hebben ze weer allemaal andere fratsen. Die studio die krijgt gewoon al 2 jaar lang amper iets klaar. Dat is echt nasty. Terwijl ze echt het gouden ticket hebben. Maar jammer. Oh, dit vond ik zo'n kutauto. Dus dan heb je. Dit is voor de echte man, hè? Lijkt de snelste, of niet?
Zat je er nou bij, Paul? Ja, zeker. Op de eerste plek. Dames en normaal, als hij er is, zal ik het hem vragen. Oh, dus als je Destiny speelt, heb je geen zeer aan je ogen, maar dan als je Racer speelt, dan is het in één keer wel zeer aan je ogen. Nou, lekker weer. Evert en Shadow hebben weer de Jesco, hoor. Gefeliciteerd, jongens. Ja, maar die vliegen er eerst... Hebben we? Gaan we die... Ik heb geen Bugatti. Nee, maar die Jesco die is wel even een stuk sneller. Oh, is dat zo? Ik heb het even met Chris getest. Ja, die vliegen zo de bocht uit, jongens. Prima. Nou ja. Oh, trouwens, de schade staat nog aan, dus dat je even... 50 euro voor zijn voorbumper. Beetje druk, hè? Zo. Oh. Ja, lekker, Evert. Ja, ik zat in het gras, sorry. Zo. Zo. Dat is een muur. Ah, flash, jongen. Oh. Wat een soortje. Dat gaat gewoon aan miljoenen kapot nu, hè? Ja, echt wel. Die kringen die kosten 2 miljoen, toch? Of 1, nog wat? Ja, niet El Chipo, nee. In de bocht heb ik. Oh. Zo, ik voel. Hij gaat alle kanten op, joh, dat ding. Dat ding is niet recht te houden, joh. Hoe is het met de schade, Shadow? Volgens mij heb je flinke schade in je auto. Een mooi zwaar geluidje in. Brut geluidje, ja. Gras. Robert, wat vind je van deze auto? Ja, het gaat leuk ook die vleugel die uitklapt, hè, als je remt. Maar daar ben ik niet eens op het letten, joh. Goeie bocht. Wat heb je voor vloer dan? Vanuit de cockpit? Nee, ik zit erachter. Ik zit, als ik een stuurtje zou hebben, dan zou ik erin zitten. Maar ik zit met de camera erachter. Ja, heb ik ook, hoor. Ik vind dat fijner, want dan kan ik ook zien waar Shadow erin klapt. Ja? Oh! Ga maar raden, Paul. Nu is het bij jou schade dan, Evert. Volgens mij valt het nog mee. Cello ook geen schade? Ja, wat is schade, hè? Nou, dat je wiel krom ligt. Nee, dat niet. Wel wat blikschade, denk ik. Nou, blik. Ik begrijp dat Shadow niet meer kan rijden, dus dat zegt al genoeg. Hij heeft toch geen schade nodig voor een auto? Ah, die... Evert, kom dichterbij, hoor. Een beetje uit de melee, inderdaad. Dit vind ik zo'n scheidbocht. Ongelooflijk. Heb je het al kunnen vinden, Koen? Met je Steam-account. En die moet waarschijnlijk 2 uur downloaden. Ik heb een penalty gekregen. Wat een gekutje. Kijk, zie je nou dat die Jesco een stuk sneller is? Hij is waar, die is een stuk sneller. Ja. Tuut. Ja,
Denk je zo'n dure auto te hebben? Denk je, nou, ik ben snel genoeg? En die Jesco die doet gewoon tuut en weg is die. We don't want last place. Ja, inderdaad, ja. Dat is wel echt een stukje. Dat is een prima auto wel. Nog wel aardig stabiel op de weg. Nou, ik vind hem aardig driften, moet ik zeggen. Ik zie niet dat hij heel erg uitklapt naar de buitenkant als je een strakke bocht doorgaat. Oh, de tweede overwinning is binnen. Ja, dan eens kijk maar wat dat scheelt. Het scheelt 5 seconden per rondje. Ja, inderdaad, ja. En Shadow die heeft zijn auto stuk, want anders dan had hij daar ook gezeten bij 1.40. 1.40? Ja. Oh. Die gaat zo belachelijk hard, jongen. Gaat helemaal niet. User joined your channel. Hier, als je het over de duivel hebt. Hachi, AK, Daniel Feijen. Ah. Ja. Ja, hey. Oh, je gaat nooit wie we erbij hebben, Daniel. Nee, vertel. Koen Cornelissen. Yes, Daniel. Hij moet hem alleen nog downloaden, dus het doet wel eventjes. Dat was zwart. Ja. Ja, inderdaad. Is alles gereed? Oké, we stoppen ermee, was gezellig. Ja. Wat zomaar, want ik blijf niet al te lang. Ja, wat is dat nou? Zit je weer op hete kolen met dat andere spel? Ja, daar ook, maar ik blijf ook niet te lang, want ik heb vandaag wat onderzoek aan mijn ogen gehad. En er zit nog een halve verdoving in. En... Ja, dus je ziet de Bugatti Veyron nu dubbel. Ik heb een excuus als ik iedereen van de weg afbeuk. Oké, zullen we de schade maar even uitzetten nog steeds? Nee, zeker niet. Hoe ver die Brabo's voor smoesjes gaan, hè? Klopt, dat ze echt gewoon iets in hun ogen laten doen, zodat ze de aanstaande avond... Ja, nee jongens, sorry, ik moet je mijn ogen, dus... Nou, wel serieus het spel niet opstarten. Kun je drugs tegenwoordig ook al druppelen dan? Oh ja, man. Gewoon inhaleren of zo, dat lekker. Dat is goed voor de longen, schoon een beetje op. Ja, is iedereen er weer bij? Ja. Ja. Ja, stuur mij even een invite, maar serieus, mijn spel wil, hij press enter staat er, maar... Klik in het schermpje eerst even, en dan druk op enter. Oh ja. Oké. Okay. Het is dan de IT'er, hè, bij ons, hè? De meenemen ook alweer. Jongen, jongen, jongen. Alles is... Spullen krijgen wij van hun. Oh. En wij ons maar afvragen waarom die aangifte altijd zo lastig is, hè? Ah, is wel leuk dat Koen ook meedoet. Hoe lang is hij nog bezig, Koen? Ja, ik ben aan het betalen. Ik ben de game aan het downloaden, jongens. Ik ga gewoon verder. Over 3 uur ben ik al klaar. Ja, de druk was sowieso, Koen. Ja. Hij woont in zijn geheugen. Hij heeft die 40k4 modem. Dat is zomaar in. Ik ga hem launchen, jongens. Ik ben klaar voor. Ja. De Paganini. De Paganini. Nog sneller, ja. Nou, 6 rondjes. Dan heb je 5 rondjes om je elkaar in te halen. Ja, schade staat aan, helaas. Hij denkt, ik parkeer hem gelijk bij de eerste bocht in Flash. Dan kan hij in ieder geval niet meer de snelste rondetijd rijden. Andere Koen net trouwens zijn avonddienst, dus die is er niet bij. Oh, Kowalski. Ja. Moet hij weer mensen elkaar beuken op het plein? Ik hoop het niet voor hem. Het zal allemaal een beetje rustig zijn. Misschien sneeuwballen gooien. Oud weer, hè? Ja. Stel ze niet. Hé, maar je hebt wel geluk, Hachi. Je staat de eerste. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat.
hoe is dat ook alweer? Oh ja, in een groep mensen, ook op de zaak, heb je er altijd één of twee bij waarvoor je subsidie krijgt, hè? Ja. En die staan dan vooraan, zodat dan de baas... Ja jongens, we hebben een nieuwe medewerker, supergoed kereltje. Blij dat je er bent, jongen. Ik wens je heel veel succes en je mag vooraan beginnen. De lijst zit een beetje hard. Ja. Maar prik je ogen nu ook dan, Daniel? Of, Nee, je kan niet goed tegen licht en het stelt zich allemaal niet scherp. En... Maar goed. Goed, dus zou ik er niks van merken. Als we rijden. Ja, je hoeft nu even niet naar Apeldoorn. Nee, klopt. Ik kan tot morgen. Oh ja, vrij, maar. Godskleren. Je kunt eerst hier oefenen. Godsamme zeg. Nou, dat was mijn eerste track. Je moet even van die auto wennen, Daniel, hè? Je moet even overal aan wennen, het gaat echt veel te snel, joh. Wat is het verbruik van deze auto? Eén op één? Eén op één? Ik had vandaag wel mijn laptop aan en het eerste wat ik constant hoorde was ping, ping, ping. Ik heb het scherm niet aangezet, maar ik ben moe morgen voor als ik hem ga aanzetten. Oh, heb je veel mailtjes? Ja. Ja, ik had mijn afwezigheidsassistent ook niet aanstaan. Oh, ja. Peter. Sandwich, heerlijk jongens. Daar ben je wel van, cello, hè? Sandwichje. Hamkaas, lekker. Ik ga Rita de werk echt niet. Ik ga daar nog een keer proberen, maar ik ben er bang voor. Nee, gaat niet goed. Het gaat veel te snel, man. Ik zit de hele tijd proberen te zien wat ik wil zien, maar. Ja, het was gezellig, Daniel. Maar heb je ook pijn in je ogen dan? Is dat niet? Nou, dat valt niet mee. Even kijken hoe jullie elkaar van de weg afbreken. Kut, verkeerde bocht. 6 rondjes, damn. Ja. Dat is een klein rondje, man. 1 minuut 13, ben je al klaar? Een rondje. In 8 minuten heb je het afgelegd. 1 minuut 13? Beste prestatie van mij, jongens. Oh. Eerst te vroeg op gas. Daar ging ik. Ik vind wel dat die auto een beetje uitslaat naar de buitenkant. Wat is dat? Onderstuur? Overstuur. Jij gaat uitslaan, verdomme. Die fakkel die zit flink te blazen met die bak. Ja. Geen schade, Shadow. Zou het zijn, hè? Ja, ik heb er een in de garage staan. Ik weet hoe die rijdt, dus dat is goed. Hè. Ja, dat zijn wagentjes van meerdere miljoenen, toch? Okay, you're halfway through the race. Kijk, deze kost volgens mij 2,1. Oké. Nou, die is mij niet meer.
Van Paul die is geen 2,1 meer waard. Nee, een beetje. Je moet iets eerder remmen daar, pakken, ja. Bij die bocht. Die vorige bocht, wacht. Ja, ik dacht als ik nou een keertje niet rem, is dat nou de tactiek? Maar dat was totaal niet de tactiek. De vermoeidheid begint bij de vijfde ronde in te kakken, meestal. Ja, hij blokkeerde. Dat had ik net ook, ging ik 360. Oh, een duwtje. Thanks. Maar die had je net nodig, dat setje. Ja. Wel lekker dat ik achter jou rij, want dan heb ik een beetje downforce. Hete lucht krijg je dan, hè? Dan raak je motor overhit. Hoeveel heb je ervoor betaald, Koen, trouwens? Want ik zag hem laatst voor 1,74 zelfs. Oh, dat is niet duur. Echt waar? Ja. Yeah. Weet je. Ik zit met mijn productcode te stoeien in Steam. Dan moet je bovenin kun je activate. Ja, dan moet je naar library, Koen. En dan links onderin staat at the game, zeg maar. En dan kun je daar een code op te leren. Oh, spel toevoegen. Opletten, ja, en dan klik je daarop en dan kun je de code invoeren. En dan wat moet je doen? Niet Steam spel of product op Steam? Product op Steam. Sowieso of product code, dacht ik. Ik heb in het Engels staan, dus. Hij blokkeerde weer. Oh. Te laat geremd, sukkel. Oh. Right, you're on the final lap. Push to the front. Laatste rondje alweer. Ja, hij zit me goed op de hielen. Hey, wat is je snelste rondetijd, Fakkel? Oh, wat rust. Te laat geremd. Ja. Oh kut, dus ik vast in de muur. Heb er iemand te lappen? Wordt iemand een rondje ingehaald? Ja, maar dat komt omdat Paul zijn auto niet hem 100% volgens mij. Niet meer lekker hoor. Stoom locomotief. Ik zit te kijken, maar dat was een beetje een bewuste actie. Oh, yeah, spierpijn voor de finish. Oh, ik zag ik denk ik beuk hem gewoon helemaal aan de kant. Ja! Jezus, wat een kutactie voor Paul. Ja, boven de 1.15 ben je een loser, hè? 1.14, snel hoor. Oh, het, kan nog veel, het kan nog sneller hoor. Ja, klopt. Dat zijn ze gisteravond ook. Nee, volgens mij is het record 109. Is de nummer 1. Hij heeft 109. Hij heeft het 9000ste verschil. Oh ja, dat is het. Dat echt net naast jullie. Het laatste bocht. Oh, kan nog. Nee. Dan was vierde geweest. Ja, ik heb een paar keer een foutje gemaakt. Nee, ik had de laatste twee nog goed. Ja. Is niet genoeg. Ah, Marcel. Moving up, hè. Ja, moving up. Absoluut. Nee, pak gewoon eens iets van fruit. We gaan nog niet snoepen. Nee, geen snoep. Ging het, Paul? Nee. Ja. Eerste rondje ging lekker. Je mag iets van fruit. Ik heb erin komen. Ik weet niet hoeveel geld iedereen heeft, maar wat we even kunnen doen is die Audi S1, is dat geloof ik.
Je weet dat fruit door de zuren en de suikers drie keer zo slecht is voor je gebit als dat snoep is, hè? Een keer racen. Laat het die jongen niet horen. Ik heb hoorde trouwens nog iemand bij TS komen. Ik moet nog even uitnodigen, maar ik kan TS niet zien. Ik kom alleen voor de gezelligheid, Mark. Dankjewel. Oh. Mark, ik heb net de vorige drie auto's moeten kopen, dus ik heb wel aardig gat in mijn budget geslagen. Moest de Aston kopen, ik moest de vorige auto kopen, die vorige auto moest ik kopen. Nee, dus ja, dat is gewoon 3 miljoen bij elkaar. Nee, dat is fucking veel geld. Ik koop niks hoor, even. Ik laat ze gewoon. Laat maar eens zien. Hij, je doet, je leest. Ik lease, ja, ik lease, ja. Ik krijg dan, je kan, ik krijg alleen maar de optie kopen. Ja, misschien pak ik genoeg geld heb dat ik moet kopen. Dadelijk zie je een racelijn en dan moet je, als het groen is hoef je niet te remmen. Bij geel moet je echt remmen en gas loslaten. En bij rood moet je remmen, ja? Ik hoop dat iedereen bij het remmen sowieso gas loslaat, moet ik maar dat eens even bij zijn. Remmen? Wat zeg je? Pas bij. Huh? Ik hoor ook dat één wat. Wat zeg je? Dat we een heel makkelijk rondje in moeten stellen. Nee, gewoon fucking moeilijk. Gewoon de eerste muur in beuken, op rotten, volgende. Ja, nou, eerste bocht altijd rode al. Mijn zoon gaat even rijden, kijk of hij beter kan dan ik. Nou, hoe oud is je zoon? Ik wou net zeggen. Je mag een andere auto kiezen. Niks kopen? Ik zou zeggen, kies de Audi S1 Quattro Concept. Die is het snelst van allemaal. Dan moet je ook weer de DLC hebben volgens mij, of niet? Dus even rechter. Oh ja, dat is... Je hebt de DLC niet zozeer nodig, hè? Nog een keer? Oh ja, dan mag ik pak gewoon de auto die je te krijgen. Even zien of hij beter racet. Nou, veel slechter kan niet, dus dat scheelt. Jij kan het niet kiezen, toch, Daan, of wel? Nee, ik heb geen keuze. Ik zit met Ronald Leo, volgens mij. God, je had het ook echt stuk vol, Chris. Gewoon alleen de wedstrijd als hij wint. Ja, eerste. Ik denk dat Schade aan staat. Cool, hè? Ja, dat is pas leuk. Ja, Schade staat aan. Ja. Nee, je moet wel netjes doen. Dan gaan we veel voor de muur. Hier hoef je niet op te passen, maar daar als je gaat racen, dan... Oh ja. Let als je flashy, die mag je wel af. Nee. Bluff als je hem de hoofdtelefoon op doet, kom maar! Wil je een woordje? Ze willen jou spreken. Wil je 5 euro verdienen, jongen? Nou, Nox, niet opgelost, hij crasht weer. Ja, dan is het echt, echt een ander dingetje, maar. Oké, dus je crasht. Host. Ja, nou, als we het allemaal even uitgaan, dan slinger ik wel even iets aan. Even zien hoe dat gaat. Het gaat voor de eerste paar keer wel goed, hè, Mark? Misschien overheat je nu of zo. Ik heb ook wel een paar dat het daar goed gaat. Dan krijg je een nieuwe uitnodiging. Ja. Alleen moeten we even iedereen Noxie toevoegen in Steam, anders kun je hem niet joinen namelijk. Dan kun je zien bij mij, moet je even bij mijn vriendenlijst kijken. Zie je daar nog Similian, dan kun je hem een uitnodiging sturen. Ja, of in-game bij playlist kan ook, volgens mij. Gaan we hier uit, jongens? Dan moeten we dat even een paar minuten regelen, heren, anders blijven we hierin zitten. Ja. Is het beter te installeren? Hé, wie is Harry Foster? Ja, wie is Eva Kelly? We zitten hier weer met... Nico Matsuka. Channel. Dat is remmen, rood is remmen, jongen. Beukte daar net in mij, was jij dat fucking gebied? Nee, dat is Harry. Kill hem, dan ga je al te hard. Maar waarom zit er nou weer AI bij dan? Ja, we moeten hier daar toch uit, want dit is... Mark is weer vastgelopen. Ja, Nox is op die potje toch? Ja, ik ben er nu een aan het omhoog rijden, maar dan moeten jullie eventjes op mijn schutlist rijden. Ik krijg er niet meer uit. Ja, ik ga er ook uit. Kom op, I think you've hit them one too many times. Ik heb ook heel veel auto's. Ik heb nooit auto's.
good first lap. Wat bedoel je? User joined our channel. Ja, ik snap het niet. Hoe bedoel je geld en uitgegeven? Gekocht dat spel? Ja. Ja. Daar ben je niet. Ja, maar dat is maar een paar euro. Ja, als je nu in Steam rechter muis drukt, mag je dan join game doen? Eens kijken. Dat zal hiermee te maken hebben. Nee. Moment, even kijken. Create event, nu. Pro, ja, nu. Nice. Even wachten. Is nou een nieuwe host of zo? Ik zal net staan voordat we gingen starten. You're the new host. Ja, ik heb een nieuw spelletje gehost, maar ik heb jullie nog niet op de friendslist staan, dus dat is wel lastig. Ik heb jullie uitgenodigd in, als goed is. Ja, ik ook als goed is. Volgens mij zit ik er in bij Nox nou. Als we, ja. Ja, ik ook maar. Moet je 4, dat is de bovenste, denk ik. Dan moet je me ook selecteren, dus op deze. En dan resume, dan heb je hem. Nee, jij hebt hem nog niet. Nee. Ik heb 2 invites net groen licht, dus als goed is kunnen jullie er zo bij. Ja, ik kan er nu joinen. Zo, hoe kan ik joinen dan? Dan moet je mij op Steam eventjes even toevoegen, maar ik wil jou ook wel even toevoegen. Ja, doe je dat maar. En hoe moet ik je toevoegen? Eens even zien hoe je heet. Bob. Oh, wacht, ik heb een friendcode en die zet ik eventjes in Teamspeak neer. Dus hij plinkt nu 1 keer in Teamspeak, als je van alt tapt, dan heb je hem daar staan. Fakkelbrigadier is binnen. Yes, sir. Goed bezig. Ik denk niet dat ik er niet in denk. Maar doe me gewoon race dadelijk, ja? Ik probeer het te beuken. Lukt het iedereen met de friendcode? Ja, ik ben er al. Dan moet langzaam doe je zo en dan tikt hij weg. Wie is er nog niet? Ik nog niet, maar hij is aan het installeren. Dus, Oké, check. Ja. Nog andere mensen? Ik zit er al in. Is dat you are now the new host? Ben ik dat dan, of... Ja, je moet er even uit gaan, denk ik. Ben jezelf. Oh, jullie zijn er allemaal, we zijn er allemaal uit. Oh. We hebben een nieuwe sessie. Oh, sorry. Ja. Oh, weer een race gewonnen. Ja joh, stakker. In Teamspeak staat in de channel, in de chat, een friendcode, Evert. Als je mij eventjes op Steam even toevoegt, dan is feest. Even kijken. Deze, ja. Hoe lang is die bezig, Koen? Ja, inderdaad. Hoe lang is die bezig? Het gaat behoorlijk traag. Ja, als je download klikt, kun je zien hoe lang dat duurt. Ja, 2 uurtjes, zegt hij. Friendcode. Even kijken, waar vind ik zoiets? De friendcode staat in Teamspeak, in de chat. En als je op dat mannetje met dat plusje in Steam drukt, dan mag je daar ook een nummer invoeren. En als je dat nummer daar inplakt, dan ben je daar. Oh, dat nummer? Yes. Moet ik hebben. Ah, dan schiet hij omhoog. Team. Ja. Klas Paul, ik zie je. Ja. 9 staat. Ja, ik heb je uitgenodigd, Noxie. Ja. Ik ook. Ik had jou toch al in Steam. Dat is super gek. Oh. Nou, als je nu rechtermuis op mij hebt gejoind, dan mag je join the game doen. Dan hoef ik niet iedereen een invitation uit te sturen. Dat is het schilderen. Dat in het spel weer, bedoel je? Nee, gewoon in Steam. Als je nu even shift-tab doet en even rechtermuis op mij, dan krijg je join game. Huh? Meespelen bedoel je? Ja, join. Ja, ja. Nederlands. Nou yes. Echte ICT'ers hebben we in het Engels, hè? Ja, dat sowieso. Makkelijk, Nederlands. Ik heb er nu 9. Dan zijn we volgens mij compleet. Oké. De laatste race delen hadden ook 9.
Ja, precies. Hoi, dan gaan we beginnen. Ik denk dat je daar kun je opnieuw auto in kiezen. Daar meen je niks van, hè? Nee, maar ja, het is wel zo netjes, toch? Ja, nee, ja. Als je weet dat de betekenis geen reden voor vaart is, dan hoeft het niet, hè? Ja, dat ja. Dat is bijna als laatste. Op één laatste rijstartje. Ben je misschien? Nee, je krijgt geen behoefte of zo als je laatste rijdt. Ben je toch juist slow? Ja, is meestal als je heb je nog een idee wat het kan zijn, Maarten, dat die laptop hangt? Ja, dat je overhit wordt. Dat is het snelste. Oh, ja. Anders moeten we iets heel anders doen, maar. En die systems logs even uitlezen. Wat er precies gebeurt tot tijdens de... Qua warmte staat er altijd wel. Die logviewer bedoel je. Ja, dan kan je gewoon even hardware info even downloaden en even mee laten draaien. Alle kachels staan natuurlijk te loeien met deze winter en de laptop staat zeker tegen de verwarming aan. En daar gaan ze. Gewoon een beetje. Die eerste bocht, jongens. Kut. Ik probeer ook die lijnman te volgen. Dan kom je het beste uit. Ik heb geen prijs, stil dan. Nee, dat hoeft ook niet altijd, maar het is wel het beste. Netjes, Nox. Mooie bocht. Ja. Was eerder mazzel hoor. Hey! Moet je nooit zeggen, de fuck op. Net 6, hè? Ik heb al zoveel schade nu in die auto, jongen. 5, hè? Je weet wel waar de rempendaal is, toch, Shadow? Ja, heb je, hoor. Als het groen is, moet je gewoon gas blijven in. Jezus, hij schiet wel door deze hoor, hè? Ja. Nee, mooi goed. Je moet flink remmen, echt flink remmen. Oh, die is zo van jou, jongen, hè? Hij gaat je al 3 keer achter. Ja, dat is de 2e keer, man. Nou, alweer denk ik. Oh, nee! 4 keer al. Straf. Hij doet het echt niet expres, maar jij rijdt er gewoon een hele tijd toevallig. Je moet een beetje oppassen als je volle stuur omgooit en remt. Nee, als je heel hard crasht of zo, word je onzichtbaar. En de andere heeft last van jou. Jezus. Doe je nou nog zien? Hij is niet van de vreemde. In de vangrail blijven hangen. Dit is best leuk om te zien, man. Dat is niet goed voor mijn naam, dit. Okay, het is goed dat niet bijgehouden wordt, nee. Iedereen had van mij hete adem in je nek. Ja, die Audi remt heel slecht, hè? Je moet echt eerder remmen voor je gevoel. Moet je ik vind hem heel stroef, die Audi. Ja, nou heb je jezelf disqualificeerd. Stop maar, heel je auto is kapot. Stop maar, jongen. Oh, dit stop maar uit. Alles is rood, behalve zijn motor is nog geel. De rest is alles rood. Check binnen. Ja, hij heeft geen nut meer. Het is wel een beetje jammer dit, Evert. Ja. Het was een beetje druk bij de start, zeg maar.
Bij jou, bij die snelheidsmeter, er staat dat je schade is. Nou, alles is rood, behalve je afnaast alles. Marcello, dat moet sneller, dat moet sneller. Ja, ik had niet de beste bocht. Kom maar, retire, moet je niet op jou te wachten. Ah, je zit in ieder geval onder de minuut. Er zijn ook mensen boven de minuut. Ja, ik zie het. Nee, yes. Nog een keer proberen of wat wil je even die Noxy, even die BMW M1 kiezen. Dat is de TC1 klasse. Bijna wel. En die zit bij. Even kijken. TC1, ja, die is wel leuk, ja. Ja, maar ik moet even kijken, denken waar die, bij welke klasse die zit. Dit had ik wel moeten pakken. Je moet opletten, schade staat gewoon aan, hè? Dus als je ook al raak je iemand, dan doe je jezelf ook mee. En ik heb ook kritieke schade aangezet, speciaal omdat hij meereest. Nou, ik heb ook heel veel op internet gereisd en ik merk als je gaat beuken, daar heb je er zelf alleen maar de meeste ellende van. Het belangrijkste is om de ideale lijn te rijden op het circuit. Waar begint hij? Nou, ik wijk er nog wel eens vanaf hoor. Dus die lijn is niet altijd waar. Wachten. Nee, je kan krijgt niet ook combo bonus. Je krijgt ook meer punten. En die punten krijg je meer geld. Ja. Yeah. Kun je weer bijvoorbeeld zo'n Jesco kopen. Ik vind het wel goed dat je die fruit eet, maar niet alle rommels meer. Fruit is 3 keer zo slecht als snoep. Oh, Martella. Nou, je hebt gelukkig geen oortje in. Niks, fruit is goed voor je. Hij durft hij niet aan, hè? Hij denkt dat zijn kind helemaal verrot gescholden wordt door die volwassen mannen. Nou, hij wil niet hoe hij altijd loopt te gamen, hoor. Dus ik denk dat hij meer scheld hoort kent dan jou. Je vader is een loser. Nox, die zegt van, die wil graag gebeurd worden als je die naam ziet. Ah, zo, daar gaan we weer. En ik ben al klaar, jongens. Mijn auto is kapot. Ja, dat was een hele. Iemand beukt me via achter. Ja. Ah, dat is toch ook leuk. Kun je 3 ronden toekijken, is ook leuk. Ja, dan rij je zelf je eigen auto kapot, hè? Volgens mij was het weer die vervelende zoon van Hachi. Of niet, waterpolen, jongen? Hij deed niet meer. Ik heb weer achtige punten. Mijn auto was weg. Hij probeerde het nu, maar hij miste iedereen en hij rijdt gewoon snel je auto kapot. Ja, het wonder boven wonder helemaal geen schade, terwijl hij vol tegen de muur ketste net. Oh, dat was een fucking slechte bocht. Je reed hier en nou al 6e, hè? Hoezo zijn ze sneller? Dat kan. Ja, omdat jij alleen maar tegen de kant aankomt. Je moet die lijn, of heel dicht langs de kant. Je remt af dan heel erg. Echt een cursus van zijn vader. Ja, en schijnbaar zijn wij ook deelnemers. Jongen. Hey! Hey, wat zeg je maar tegen je vader, ja? Hey, dat is hoe waar ze omkomt. Die haal ik niet meer in. Was niet de rol, volgens mij. Ja, dan heb je motor kapot gemaakt. Ja. Als je stuur kapot is, is het ergste, want dan kan je niet meer zo'n sturen, net zoals het nu is. Ik zal na deze ronde weer gaan racen, want het is niet zo. Ja, dat is niks, nee. Nee, ik heb weer zo'n auto helemaal gekocht. Maar ik snap niet op die 6e rijdt, terwijl er zo'n auto aan gekocht is en alleen maar loopt te beuken. Ja, maar ik geloof dat Fakkel en Waterpolo die hadden gelijk de auto al toast. Maar die eerste actie... De eerste bocht, jongens. Was dan gelijk helemaal toast. Praktisch zien rij je laatste, want die anderen die achter jou rijden hebben nog ergens een auto in de kloten. Kut, van blokken. Flamoes, hè?
Gezien je bij België woont bijna. Hij is bijna alles rood. Unani. Oh, ik zat hier vast, David. Hier, jongen. Maar die auto's aan het roken ook. Vulva. Vamos. Nou, een Sekiro race tegen Shadow, hè? Dus blijf er wel voor. Hij is fucking door, joh. Ja, ik doe mijn best, hè. Als je hem voorblijft, dan heb je het goed gedaan. Kai heeft alles oranje. Maar ik weg! En alles rood. Tom, wat een eikel is het ook, hè? Wie? Ja, ik durf niet cello te zeggen, maar... God. Ja, maakt die kom een rondje rijden. Mooi. Fucking shit. Netjes hoor, even. Lekker, man. Ja. Tijdens ja, als je nou gewoon doorrijdt, dan heb je wel gewonnen. Ah, mooie tijd ook. 1-11. Nice. Oh. Niet gewonnen. Je hebt wel het snelste weer. Even netjes hoor, Tim. Jij hebt de snelste, man. Oh ja. Ik dacht dat jij ook 11 had. Nee. Gewoon een halve seconde ook, hè. Ik bestel het even zelfs. 1, 12, 4. Dat is chill. Ja, dat vind ik minder leuk, Marcel. Ja, maar even, ja. Ja, en daar ga ik dan weer onder, hè? Ook ja, nog, ja. Ik ben gewoon een van de langzaamste. Ja, door blijft beuken, dan zal je ook gewoon uit. Oh nee, ik zie ook 1,35. Shadow, je had ook brute schade waarschijnlijk. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk bij de start dan? Want er klapte er een heleboel op elkaar. Ik zag het er maar niet maar. Wat ja, gebeurde, maar het is ook zo, jongens. Het zijn steeds dezelfde. Dus je moet gewoon die eerste bocht anders in. Want je hebt ook een groep mensen ja, die de eerste bocht steeds wel uitkomt, omdat ze elkaar de ruimte geven. Nou, wat een goede tip is even bij het begin even iets afhouden. Ook al wil je dat niet. Even kijken wat er bij die eerste bocht is. Altijd drama. Ja, ik... Ja, en dan even serieus, ik rij heel vaak, ook al start ik middenin of haast vooraan, rij ik de eerste bocht als laatste. Ja, klopt, expres, omdat ik weet, nou, die eerste vier, die chasen de muur in, dus dan heb ik in ieder geval vier plekken terug. Ja, maar niet vaak. Alleen Paul en Waterpolen moeten wel, want die Clio die is wat langzamer, dus nou, eigenlijk is dat niet eerlijk. Nee. Dus je moet even geen VIP-auto's kiezen meer. Wie is de eerste dan? Wie vaak eerste wordt. Mm-hmm. Ja. We hebben nu even moment nummer 3, dan krijgen we nummer 4 is een downhill. En dan zijn we er. VIP-auto. En dan gaan we andere auto's. Ik weet niet wat je zegt, jongen. Ik heb wel een keer gewonnen met die witte VIP-auto's. Oeh, dit is wel een lange circuit met deze auto. Denk het niet. Daarom is het ook een rondje minder. T-laps. Precies. Een kwartiertje rijden ongeveer. En het regent. Dus ik zeg sterkte. Oh god, nou dan mag je nog eerder gaan remmen. Zeg je vast. Oh. Geen slim, val dan mee. Moet je een meter of 10 voor het rooien al in de rem trappen. Ik heb gewoon die haakse bocht. Ik heb reetbanden. Volgens mij heb je met de Clio niet qua topsnelheid, maar wel qua bochten wel wat voordeel. Aha. Kijk. Okay. We gaan het zien. Ik sta tweede. Nog. And the race is underway. Ja, nu al remmen. Veel te laat geremd, iedereen. Eigenlijk hoeft het helemaal niet, maar dat is gewoon een truc om de eerste te beëindigen na de eerste bocht. Hey! Weet je wat, Marcel? Je mag me dankbaar zijn, ik doe je gewoon recht. Ik had gewoon die bocht op haar gehaald hoor, zonder jouw steuntje. Ik heb echt de Bridgestones, jongens, aan de kant. Oh ja, vergeet ik weer. Je beukt me daar, Ja, ik maar ik vind het grind. Ja, motherfucker Marcel. Die ging nog eerst, hè? Nee. Sorry even. Even nog doen. Is de baan dicht, jongen. Aan. Iedereen moet het leren.
Ja, erop. Ik ken de baan nog niet. Nee joh, geeft niks. Het glijdt wel ontzettend met die regen, zeg. Verschrikkelijk. Glij hem erin. Ik rem veel te laat. Fuck. Oh shit. Look at the. Flesje zit gewoon echt weg, hè? Listen, you've got a good position going into lap 2. Ja, ik heb ook, wie zit er? Er zit iemand achter mij, die mij ook beukt weer. Ik had last van een harmonicaatje, jongen. Alsjeblieft bezig. Ja, er beukt iemand in mij en daardoor schuif ik door en beuk ik iemand anders. Ik had het liever ook niet gedaan, hoor. Nou, geen auto 4 meter om je heen, Evert, en je gaat mooi de berm in, hè? Ja, ik ren een beetje laat. De lijn moet eigenlijk de hele tijd donkergroen zijn. Zo gauw die iets geel hebt, dan kun je hem eigenlijk bijna net niet halen. Dan glij je net weg. Zoals deze bocht, die je nu pakt, die moet je met 50 pakken. Niet harder dan dat. En die fakkelbrigadier, die beukt me er gewoon af, hè? Ja, vast. Netjes eraf beuken. Nou, fuck op brigadier, wat een man. Ja, kom maar langs. Samen, wat een bad met. Sorry. Jezus, Mina, hé. Zijn niet op de kermis? Je maakt een hoop vrienden, fakkel. Ja. Gelukkig kent iedereen me als fakkel, niet Robert Bresser. Ah, ze weten nou dat je in Apeldoorn woont, dus. Ik kan toch maar één persoon tegelijkertijd ontvangen, dus op zich. Sterker nog, ik denk dat Shadow naar je toe kan lopen. Die zit heel dichtbij. Nou, voor de record, ja, echt? Ik hoef jou ja. Echt niet te ontvangen of zo, hoor. Smerige pijphomo. Echt, vieze beukers ben je, hoor. Ja, maar dan kan het misschien wel een hele gezellige avond worden, Nox. Zo. Dit is zo'n scheidbocht, hè? Die twee bochtjes zo rechts-links. Oh. Of links-rechts. Kijk, fakkel. En Daan, heb je geen last van Paul? Ja, Paul, ik rijd onze eigen race. Ja, dat dacht ik al. Ja, we zullen deze auto, deze klasse niet meer kiezen, want dat is niet leuk. Nee. We moeten wel een beetje dezelfde auto's hebben. Ah, dat is wel een mooi gevecht op de laatste plaats. Ja. Hij zit hier zo dicht bij elkaar dan? Ja. Dat is ook wat waard. Ja, het ging op zich wel aardig gelijk. Tot mijn laatste mooi stuk. Fuck op brigadier, ik zie je, hè? Oh, wie is dat? Oeh, goed zo. Mij remmen. Achie. Eigen remmen. Oh, Shadow, je bent er eindelijk langs.
Hey, nou is je auto zeker kapot. Maar hoor je hem ook al doorslaan met gas geven of dat niet? Oh, en de bandje is ook nog gewoon goed. Ah, kijk. Yes. Oh, er wordt nog spannend tussen Paul en Daan. Nee, ja. Paul heeft al gewonnen. Die haal ik niet meer in. Jee? Ja. Wat dan? Wat is er gebeurd? Die heeft al te verre voorsprong. Ik had één foute bocht en dan... Oh. Veel melee, jongens. Te veel... Maar ook wel grappig dat jullie in dezelfde seconde tijden hebben. 2:23 hadden jullie allebei de tweede ronde. Ja, dat ging wel gelijk op, jou. Fastest lap, yeah. Lekker, Evert. Evert, jongen, goed bezig. Scherpe tijd, hoor. Pak op Brigadier niet was geweest, had ik gewonnen. Ja, maar die weten jullie niet, maar die heb ik speciaal ingehuurd. Zodat ik krijg wat geld vrijer voor kan jongens. Rijden. Ja. Pro gamer. Ik moet weer een dure check overmaken vanavond. Ja, sowieso ook even andere laptop kopen, hè? Ja, dat is vreemd dit. Maar wat heb je nog een idee wat het kan zijn? Ja, klopt. Dan ligt het ergens anders aan. Dan moeten we even checken. Lijkt ook alsof het een beetje overhitte enzovoort is. Als je eenmaal al een paar keer speelt, dan wordt alles heel warm. Want zo'n laptop is, ja, ook al is het een spelletjeslaptop, is er eigenlijk niet voor bedoeld. Ja, maar ik heb ook een hele week gewoon niks, geen enkel probleem gehad. Ja. Ja, maar dat is inderdaad. Zo'n spullen gaan in één keer stuk, hè? Dus dan, of er zit heel veel stof in. Dat hadden mijn Alienware's ook. Ik speel daar jaren op en in één keer verhiet dat dit ding op elk spel. Ja, je moet af en toe ook gewoon... Dan is het op, hè? Maar je moet af en toe ook gewoon in je huis schoonmaken, hè? Dat niet al die stof erin gaat en zo wordt. Het is hier brandschoon, joh. Ligt hier geen kruimel, niks. Een bak met water leggen eventjes. Ik maak het altijd hier goed schoon, dus. Water gekoeld. Ja. Dat je hem inderdaad een kwartslag onder de kraan houdt. Ja, hij is water gekoeld, jongens. Kom maar. Het is wel een mooie baan. Dit vind ik wel leuk. Oh. Sorry, jongens. Ja, Rob vindt het heel leuk, volgens mij. Downhill, hè? Sorry, my life. Beetje schuur, maar lekker. Dus dan pak ik nog even een vangrailtje mee. Net niet. Dit vind ik wel niet echt, jongen. Waar wil je heen, kerel? Jongen, hij bukt mij gewoon. Jij zet je auto voor mij en bukt mij vol in de muur. Nee, zeker niet. Nee. Godsamme. Jij wil daar linksaf terwijl je rechtsaf moet, joh. Het is geen Fast and the Furious. Maar dan laat je zo passeren, jongen. Ja, Jezus. Daar kom ik er ook voorbij, vind je dat goed? Ja hoor. En had je gebeld van tevoren. Ja, god, nog Oké, we just got down to 8 places. Muur, ja. Tegen onze nichten rijden voorop. Ja. Oh, ik kan hem niet resetten. Kut.
Ja. De auto is kapot. Knap hoor. Nou, ik zat even ergens anders heen. Ik zat even ergens anders te kijken dan op de baan. Zoiets. Oh, mijn auto rookt nu, is dat goed? Ja hoor. Geef je auto wat meer vonk. Ja, wij zitten te vechten en Noxus terug gemaakt. Ik heb een afwijking naar rechts, jammer. Je rijdt op je velg, Marcel. Ja, voel ik wel draaien. Even een bandje verwisselen. Kan dat ergens? Oh. Hey Daan, je rijdt geen laatste, hoe eerlijk is dat? Ja, dat is wel een keer lekker. Ik heb nog geen botsing gehad. Sterker nog, je rijdt derde, jongen. Lekker, man. Tweede? Oh, voor de derde keer. Voor de derde keer. Ja, Kees. Ja, klopt, dat doe ik niet. Ah, shit. Ben ik poet. Dat is te knap, Cello. Toch? Dan klap je hem in de tunnel. Nee, uit de tunnel. Hoe is hij rechts? Ik ging niet naar rechts. Ik ben niet ver genoeg naar rechts. Ja, ik heb ook al drie keer in de muur geklapt hoor. Dat betreft, ik maak de ene fout naar de andere fout. Ik heb alleen die lakschade van de eerste bocht, Cello, met jou. Rechterdeur. Oh, jongens, oh, jongens! Ja, mijn vrouw. Turpel! En een kras erbij. Nou, ga ik maar een potje per chance. Homo. Nee, volgens mij rijdt hij prima hoor, die Clio. Hier, moet ik maar kijken. Ja, kan prima. Hey, Daan, ze rijden slecht hè, die jongens. En ze botsen best wel veel. Ja. Drie keer gebotst, man. Drie keer op de, in de vang en muur. Echt slecht, slecht. Die Robert is ook zo slecht, hè? Vind je niet, Daan? Kijk dan. De eerste bocht. Janken, jongens. Wij hebben onze eerste koffie al op, man. En hij komt eens een keer binnenzetten. Ja, gaat Shadow ook een DNF krijgen? Oh, jammer. Oh. Shadow heeft een hoop vrienden gemaakt, zie ik wel. Maar even, je hebt weer een icoon voor je naam, hè? Dat betekent dat je weer een smerige beuken bent. Ik zie helemaal geen icoon. Nee, daar staat toch de Swaffelaar, staat toch een oranje helmje voor? Ik zie bij Shadow een oranje helmje. Ja, ik zie Mr. Cello. Een Nemesis. Ik is eerlijk gezegd, de afgelopen week heb ik alleen maar fakkelbrieger die je daar ziet staan. Oké, help je niet meer bij het werk. Dat kan ik nu wel vertellen. Alles moet je nu eens zelf gaan uitzoeken. Nee, Robert, kun je me... Nee. Sorry, maar Robert, ik wil... maar Robert, ik wil chat... Nee. Jammer, joh. Ja, even uitprint op kleur A4. Ik gerees, jongens. Chris, heb je foto? Nee, natuurlijk niet, want hij staat niet op één. Oh, wow. Kijk. Ook was, ik wou zeggen, de volgende race, Shadow op 1, maar... PCE. Even een andere auto kiezen, jongens, dan is het eerlijk. Zeker. Ja, moest je even uithuilen, Shadow. Ja, nog een paar jaar, doen ze mee, Chris. Oh. Ja, als ze even een keer een avond niet meedoet, dan kan het wel, denk ik. Ik weet niet hoe oud je kinderen zijn, maar... kan net. En je moet er met alles zeggen minder prettig. Weet je dat nog toen we bij Etje gingen landen, Chris?
Dat we ook zo uit onze plaat gingen. Kwam de vrouwtje naar boven en zeiden we, ja, ik wil dat jullie voortaan minder prettig zeggen, want dat kan echt niet. Misschien zeggen we altijd minder prettig. Hebben jullie geen leuke dochters die mee kunnen spelen of zo? Ja, dat heb ik wel laten zien, ja. Maar die vonden het niet zo... die zeggen, het is een beetje saai. Minder prettig, bitch. Zeg, kijk naar jezelf, je bent zelf saai. En hoe is het met Koen met het downloaden? Ben je al bijna binnen? Hij zit volgens mij niet meer in de teamspeak. Koen is waarschijnlijk naar beneden. Die is eerst een tv-programma aan het kijken, denk ik. Die moet 2 uur wachten. Die woont daar ergens in een gehuchtje onder de Rijn. Dus volgens mij is het dan niet zo snel internet. Hij heeft glasvezel gekregen. Vorige maand of zo. Ja. Klopt, dat ligt in een schuur. Juist, het is zelfs een hele grote rol, weet je wel. Zo'n dump. Nou, ik heb de auto gewijzigd en de banen gewijzigd. Dus als jullie nu een autootje willen kiezen, dan gaan we zo beginnen. Check. Nou, kies ik maar een keer voor de Chevrolet Maro Super Tourer, hè. Je kunt trouwens ook nog toggle ready klikken. Dan hoeft Noxie niet af te trappen. Als iedereen toggle ready doet, gaat hij automatisch starten. Oh ja. Oké. Wat is toggle ready? Waar zit dat dan? Voor de mensen met de controller, dat is de I-toets. I-toets, ja. Gele knop. Geel, bovenin. En met iedereen klaar voor, hè? Ja. En met de stuur, ja, ik heb ook een F2, ja. Degene met de controller, de I-knop. Ik heb geen I-knop. Bovenste. Ja, een gele knop. Of de bovenste knop. Van de 4 aan de rechterkant. Ja. En als ik hem dwars hou? Als je hem ondersteboven houdt, dan is dat water ter... Ja, hij heeft dat waterstokzoek-icoontje. Zo'n V'tje en zo'n streepje eraan vast. Spiegelroede. Ja. Ja. Ach, dat is het woordje. Nou, eens kijken wat je weer allemaal bedacht hebt, Noxie. Ja, leuke dingetjes. Parijs, Barcelona, al dat soort dingen. Ik laat ook iedereen starten met een stuk linker voorwiel trouwens. Ah. Nee. Nee, dat... nee, gewoon een races. Maar als je het vernachelt, dan is het jammer, joh. Daar aan dus. Ja, maar... Uiteraard. Ik race niet anders. Ik denk dat een hoop mensen gaan huilen, want het zijn hele driftige bakken, zeg maar. Die driften aan de buiten die een beetje overstuur. Het is in mijn relatie niet anders, er staat permanente schade aan. Bal, die gaat die heeft een hele breedte nodig hoor. Van links naar rechts, my god. Oh Robert, je bent ook zo'n pisdicht, hè? Houdt gewoon iedereen tegen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Flash! Moest er langs. Moest er langs. Moest er langs Shallow, dus wat moet ik dan? Kan niet verdwijnen. Vind je mijn kleur, Nox? Ah, de polle jongen! Jij mist al zoveel onderdelen van je auto, Mark. Dat is schandalig. Is dat zo? Ik heb alleen linksachter volgens mij een stuk. Ja, meer. Vast. Ga maar even. Lekker bochtje, Marcel. Verdomme, beukt hij mij ook nog, Jomo. Een scheidbak, Robert, hè? Ja, ik lig op eerste, dus ik
mag geen nee zeggen. Of ja? Ja, maar ik zie het wel aan je rijden, dat je het een scheidbak vindt. Weet je wel. Ik zie je naar alle kanten naar buiten klappen, naar de achterkant. Je klapt elke keer naar buiten. Veel te laat geremd. Eerder rem. Oh! Vleug eens op, Marcel. Marcel! Hey, het heeft echt met iedereen altijd ruzie, hè? Niet alleen met Shadow, maar... Ik kan niet om me heen, even. Omheen. Hij staat gewoon continu dwars op de weg. Driftig. Ja, je bent wel driftig, ja. Shadow heeft al een prijs gewonnen als hij langs Spaffelaar komt, gewoon. Ja, ik probeer... Dit is zo'n kakkoog, vind je niet? Yep. Wel een glijbak, hè? Ja, het is verschrikkelijk schalen. Ik vind ook geen fijne auto's, maar goed, dat is een persoonlijke mening. Lekker hoor, gooi hem er weer voor. Yep. Ja, ik zoek mijn momentje wel uit, Robert. Geen probleem. Je hebt nog een rondje en al. Ja, daarom. Het is wel jammer dat ik geen snelle rondetijd kan rijden door dat geëikel, maar... Kijk, en dan komen die andere flapjes er ook allemaal bij. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Flappies? Ja, ik zie Noxie en Swaffelaar. Zie ik al dichterbij komen. Ja, en ons noem je gewoon flappies. Ja. Ja, gewoon coole coureurs. Oef. Zo doen we dat. Nee! Ja. Nee! Achter. Oh mijn god, wat ellende is dat. Ja, en nou zit Noxie in mijn kont. Lekker hoor. Lekker kriebelen. Nou, ik wens je veel plezier, maar ik kom niet langs Fakkel. Hé, hey, wie wel? Die jongen die, ik weet niet wat het is, maar... Ja! Nu is het me gelukt. Oh shit! Ben je deel op gaan? Nee! Slechte bocht, zeg Jezus. Fakkel, pakte die bocht goed? Ja, kom iets dichter bij me. Ga meekomen met mij, maar. Dit ging dan weer niet goed. Rotbakpal, hè? Ah, shit. Oh. Ik heb schade, dus het stuurt niet meer lekker. Ik raak alles. Wat vind je zelf van de auto, Nox? Rico, is hij stil, maar hij zit vlak achter ons. Ja, in gevecht met mij. Robert heeft het een beetje door, want hij komt weer dichterbij. Ja, ik ben net te laat, net te laat. Nee, de ronde is nog niet voorbij. Ik kan hier nu gruwelijk in de fout gaan door die tunnel. Ja, nog twee bochten. Zo, wie is de volgende? Fakkelbrigade. Ja, gecondoleerd, dan kom je niet langs hoor. Dat heeft mij anderhalve ronde gekost. Oh, Nokje en Piep. Oh, die had ik plankgas kunnen pakken. Die laatste twee bochten kun je plankgas nemen. Moet je wel perfect inschuren. Ja. Ja, inschuren. Oeh. Zo. Dat scheelde niet veel of je was er nog voorbij, hoor. Ja.
Ja. Maak je een paar foto's op het eind. Netjes, 203. Ja. Netjes, 203, netjes. 209. Oh. Thanks. Hey. 2/10. Hey, kijk, waterpolen, jongen. Hey, netjes, man. 206. Ja, waterpolen en de Swaffenaar, jongen. Allebei goed bezig vandaag. Ah, had je ook niet slecht. 205 ook. Alleen vandaag, zeg ik heel bescheiden. Alleen vooral. Ja, die Camaro is ook wel een flappy bak, hoor. Die is een swappenbakje. Ja, die klapt de hele tijd naar buiten, joh. Ja, zo'n Amerikaan, hè, die achterwielaandrijving, kijk dat. Ik heb die Amerikaanse serie ook uitgereden, solo, laat me zeggen, omdat ik gewoon die... Maar ik heb echt kutbakken, die Amerikanen. Ik heb er ook niet veel mee gereden. Ik moest zo'n één keer in de regen rijden. Nou, wat een drama. Net zoals dit echt, hè. Hebben heel veel power, hebben heel veel torque. Maar krijgen het gewoon niet op de vierwielen weg. Nee. Zien er leuk uit, ze maken mooi geluid, maar... Allemaal achterwiel aangedreven, dat is ook niet echt fijn, vind ik. Die Ford Falcon, is dat niet een Australische bak? Nee, dat is die Holden. Dat is die Holden, hè? Holden Commodore. Holden is Australisch, ja. Ja. Maar ik dacht Ford Falcon, de Falcon, dat ook Australisch was. Ja, klopt wel, ja. 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 Ik heb toen in 1999 kon kiezen tussen Holden of een Ford Falcon. Toen heb ik toch de Holden Commodore gekozen. Hoe was het bij je? Dat heeft je niet geholpen, gezien je tijd, Marcel. Ze hebben ook geen zoiets van maken. Het is ook wel een nasty baantje dit, hoor. Ze hebben elkaar alleen maar vermaakt, dus... Nee. Pardon? Dat is echt alsof je Pornhub kijkt en dan niet eens een private tab opent, weet je wel? Nee, weet je wel. Hoe heet die site? Even opschrijven. Iedereen mag het zien. Klopt, en als ik de website visit, druk het ook op Facebook. Zeg maar, de borstwezen. Of wat? Nee. Hey, Hachi, jij staat derde, jongen. Ja, niet lang. Ik doe nog heel eventjes en dan gaat hij echt uit. Ik heb het water in mijn ogen. Hij heeft straf. Dat is toch goed, of niet? Ik straf. Jou er dan. Pik straf, ja? Dat vindt hij niet erg. Ride the pony. Ik zie Karel ook online komen trouwens. Ja, klopt. Dus je net... Heel erg laat. Yo! Karel, ik ben net 15 seconden te laat. Hey. Nou ja, so be it. Moet je maar even... Dan ben je laat, jongen. Spectaten. Ja, we waren wat laat vanavond. Huh? Ja, Zoe die werkt op dinsdag en dan eten we altijd later. Eten we pas tegen 7:30 of zo. Oh, die moet tot 7:00 werken of zo. Yes. Ja, ja. Oh. Ik voel me vijf jaar dat ik 4 of 5 jaar lang de kranten geloof. En mijn ouders gingen gewoon om 6:30 eten. Als ik dan om 7:30 thuis kwam, dan kon ik, deed mijn moeder een klomp boter in de koekenpan. En dan warmde ze alles op in de koekenpan. En dat kreeg ik te vreten. Ik 5 jaar lang te vreten. Of ja, zo snel maar uit. Daarom zie je er nu zo uit. Okay, en ja, puister, ik had in de tijd, jongen. Nee, het is veel gezelliger om met z'n allen te eten. Ja, helemaal gelijk. Hachi. Hachi. Oh. Ja, ik kan net zo beter. Daar ging het stoppen. Weg, alles gaat zo snel, joh. Mooi gedaan, zo netjes. Mooi bochtie. Dacht ik, hè? Ja, dat heb je heel netjes gedaan. Respect, jongen. Respect. Ja, dat weet ik niet dan. Als je stopt, kan je dat ook TeamSpeak uitzetten alsjeblieft. Oh! Terminal damage. Oh ja, hebben we damage aan? Ja, ik voel. Oh, mijn auto is ook niet veel meer. Waterpolen, jongen, deze baan ken je wel, hè? Ja, deze lukt wel. Dat bedoel ik. Dus dan moet je toch wel minimaal 5 worden. Dus, Better watch out, homie. Goed, die dingen gaan best wel hard, hoor. En dan rijden nog 300, joh.
grove fouten zijn gemaakt. Mijn auto die wil niet meer rijden. Ik zie het inderdaad. Ik ga maar even, denk ik, even doodrijden. Even pissen, jongens. There's 7 racers left out on the circuit. Kick it off through lap 2. We are chasing the pack. Ik stuk even, ja. Ja? Ik vind het zo'n zweefauto. Ja, stuurt ook niet heel erg direct, vind ik. Die band ook niet meer. Amper. Ja, Hachi moet echt een push-to-talk knopje cadeau krijgen voor zijn verjaardag. Is dat Hachi? Hachi. Ja, dat is voor mij die herrie. Maar ik heb hem op mijn telefoon. Wat is dat toch wat dan? Wat, heb je zo'n klote headset dan? Of wat is dat dan? Nee, maar ik moet een keer een goede kabeltje hebben. Oh ja, klopt. De kabeltje van een halve meter, niet hè? Hoe is het daarmee afgelopen? Heb je nou een ander kabeltje? Nee, nog niet. Oh, heb je er niet besteld? Nee, ik heb nog een poging gewaagd voor mijn Bluetooth. Maar dat heb ik opgegeven. Dus het werkt nog steeds niet? Nee, ik had het geleid aan de praat. Maar toen hoorde ik weer een vertraging van een halve seconde. Ah, dan had ik er een wagen zin meer in. This is the last lap. Push up to the front. Oh mijn god, wat is een ontzettende driftbak, zeg, verschrikkelijk. Zo. Oh, je had de auto kapot, hè? Laat even. Hij had de auto stuk en ging even aftappen en drinken pakken. Dat is echt cool. Je kunt, als je aan het spectaten bent, kun je ook gewoon de lijst met de verschillen erbij krijgen en een kaartje waar iedereen rijdt. Ja, klopt hè? Wist ik helemaal niet. Ja. Oh, ik heb een kick from session, waarom dat? Nee. Ja, omdat je te lang idle bent. Maar dit was ook de laatste race, dus dat... ben ik alleen nog benieuwd of we dan nog wel het overzicht krijgen. Oh, die auto heeft duk gelopen. Ja, ben je weer in de wand gedrukt, Shadow? Ja, Jos, die bent. Ja, dat was mijn fout. Ik nam de bocht iets van te. Ja, hier is fijn. Ja, dat is een beetje een naadje daar in die tunnel. Ja, top. Was ik vlak achter je, Paul? Oeh, foutje! De druk werd te groot voor mij. Kan nog. Slingen, slingen. Nee, fuck. Dat was gewoon plek 5 die je weggooit. Maar nou moeten we oppassen, want Ko komt er nu bij. Dus nou, ik zou zeggen, doen we extra klemmen op de deuren. Ja, ik zag dat je nog even geoefend had, Karel, om 5-6 uur. Ja, klopt, ja. En ik even nog een rondje doen. Even kijken hoe was het ook alweer. Even die prototypes even gedaan. Ja, die zijn leuk, hè? Ja. Die moet je zo even kiezen na deze race, Noxie, bij de GT-klasse. En dan de prototype. Ja, dat is cool. Oké. TCE is ook leuk, hoor. En een beetje een normaal circuit dan. Niet zo'n mini-rondje. Rechtdoor, anders kan. Die TC1 waar Evert het over heeft, maar ik weet even niet onder welke klasse die valt. Daarboven moet je ook nog een selectie doen. Het is in ieder geval de TC1, dan moet je even onder elke klasse even die TC1 zoeken daarna nog. Maar deze ken je, Chris.
Nu alleen nog proberen de eerste bochten. Oh, lekker met regen. Dan zitten we echt op te wachten. Fijn. Het is al zo'n driftbak. Ja, met damage aan. Hmm. Met damage aan, lekker hoor. Terminal damage ook. Kijk maar, al gecondoleerd. Ja, oh mijn god, Paul denkt, kan het nog erger? Ja, het kan nog erger, met regen erbij. Ik moet snel door die eerste bocht. Ja, ik kom namelijk. Wat heb ik, een fort of zo? Ja. Ja, want die Commodore, dat is gewoon een Opel Vectra. Oh, oh, oh. Jongens, wat een geluk. Niet normaal, niet normaal. Via de binnenkant gewoon 5 man ingehaald. Oh. Oh. Dat is jammer. Hey. Wat een gebeuk. Ja, ze willen er allemaal langs volgens mij. Zo lig je tweede, zo lig je achtste. Ja, de negende. Nou Mark, kom op. Ja, je moet echt voorzichtig rijden joh hier. Ja joh, dus, je rijdt echt wel als erbij voor in de regen. Dat dacht ik al, dat durf je niet. Je wilde niet langs. Dankjewel. Jongens. Voorzichtig rijden in de regen. Volgens mij vindt Karel het wel een fijne auto. Ja, die Ford stuurt zo slecht nog niet hoor. Ik vind echt helemaal niks. Ja, maar je rijdt een Opel Vectra, dat snap ik wel. Lijkt er wel op, ja, inderdaad. Ja. Is het niet die Falcon waar ik in zit? Oh, dat was een foutje, bedankt. Oh, wie is dat vakkenbriefje? Die komt er denk ik heel hard dichterbij. Allemaal ja. Rustig dichterbij, ja, ja, ja. Nou, die moet je niet voor je hebben, want daar kom je echt niet meer langs. Nee, daarom. Ik moet een beetje mijn best gaan doen. Hij zit de hele tijd naar onderen te kijken naar de pijltjes. En dan ziet hij dat pijltje naar rechts gaan, dan stuurt hij ook snel naar rechts. Dat is wel echt waar, ja. Dat is wel waar. Echt een shooter, hè. Dus dan zit hij ook naar die pijltjes te kijken. Dus het zit helemaal in de geentjes. True. Oh, Shadow Terminal Damage. Ja, Terminal Damage. Of huisarrest. Ik wil wel even namen weten, Shadow, want dan kan ik daar rekening mee houden. Even zeker. Ja, ik heb net vakkenbrieven weer ingehaald. Ja, dat was memorabel. Hoe heb je trouwens de indeling staan van de start, Nox? Heb je wel random staan? Of heb je op ja, level? Ik ga nu op jacht naar Karl. Want het valt mij op dat ik de hele tijd eerst sta namelijk. Ik ben random. Oké, okay. Nou dat is goed. Ah, koude bocht, die laatste bocht. Als je de finish overgaat, dan heb je een heel stuk lange recht planken. En dan ga je onder die tunnel of onder die, over die brug heen. En dat. Die bocht daarna, die zegt, daar moet je echt flink afremmen. Oh. Lekker bochtje, Karel. Ja, dat vind ik echt een kutbocht. Krijg ik maar niet goed voor elkaar, die eerste bocht. Nou, gelukkig was dat de laatste keer, dus... Waren jouw wielen ook echt afgebroken dan, Shadow? Hij wilde gewoon niet de bocht om. Zo, ik heb eindelijk mijn tweede plaats weer terug waar ik gestart ben. Waar zijn mijn banden op ofzo? Ik blijf glijden. Als het goed is zou Oeps ook nog komen, Shadow. Ik zag dat die grid had geïnstalleerd dus. Lul de vingers, dank je.
Ja, natuurlijk zesde, hè. Bocht. Nou, prima, als jij het maar leuk vindt. Ja, even twee, ja. Nee. Wat? Karel. Nee. Ik gewoon in. Solo op de tweede plek. Ik wil eigenlijk nog één rondje hebben, want Fresh komt wel steeds dichterbij. Ja, je bent goed bezig, jongen. Ja, ik kan niet zo goed met regen. Ik vind het echt kak. Nee, het is een goed rondje, hè. Weet het niet normaal. Voor mij was het echt een prut rondje. Ja, 1,3 seconden sneller, dus. Ah, derde nog. Zo, wat een slecht rondje. 39-1. 1.36.000. Heel netjes. Nou, 1.36. 38.5. Netjes doorheen, dat is hoor. Maar Paul gaat ook steeds beter met jou, hè? Want je had eerst al 30 seconden achterstand. Maar je begint nu al richting 4, van 5 de seconden. Van de DNF naar de rechte tijd toe, ja. Wat goed. Ja. Ja, dat stuurtje werkt wel dus. Het werkt zeker. Ja, want als je hem pijltjes geeft, of AZ, comma, dan kan ik je vertellen, dan zijn we aan 3 banden. Dan heeft niks meer met race te maken. We hebben 1 keer Formule 1 gedaan, geloof ik, of met hem die oude grid. En bij de start ging hij gelijk vol naar rechts. Stapte hij gelijk 3 man zo de wand in. Ik wil nooit meer op die server joinen waar jullie op zaten. Raar, hè? Nou, toen wouden we er niks meer mee te maken hebben, nee. Hè? Ah, dat was voor de cup natuurlijk. Ja, ja. Een evenementje. Hé, hey, maar Jerry, je staat als eerste, jongen. Hé, hé. Kuppetjes. Jammer. Dit maken, hij is snel op PC. Prototype. Zal ik me ook mijn mooie livery show eindelijk. Die gaat wel vrij hard, dus die mag je wel wat rondjes erbij doen, hoor. Mag je wel op 4 of 5 rondjes doen. Ligt eraan welke baan je kiest natuurlijk, maar... Oké. Okay. Een nieuw vehicle. Honda Civic. Ik heb een... Oh, ik heb best... Hé? Oh, stuk. Ja, ik heb de baan gezet. Dus let's go. Als hij bent in je hand, dan heeft hij daar niet zoveel last van. Ja. Dan ziet hij uit. Nog 5 seconden van je auto. Dan kom jij er niet uit toe. Dus dan is hij uit. Bam. Nee, dat is een hand niet ik. Dat is een vingers ding. Rondes. Doe met kleine kinderen mee, hè, Sam? Oh ja, weet je niet, dames. Ik ben gewoon met je headset, hè? Hé, maar die headset, Archie, die jij hebt, is die kapot dan of zo? Of doet alleen de... Is de microfoon afgebroken? Ik wil heel het bureau graag vrij hebben, dus dat ding staat wat op de grond in de hoek. Dus die kabel die op mijn headset zit, die is te kort. Ah. Anders stuur je straks eventjes in de gridgroep gewoon eventjes een tikkie. Ja. Juist, en dan leggen we allemaal een euro in en dan heb jij eindelijk wat en dan zijn wij eindelijk daarvan af. Ja, dat is gewoon waar.
Dat anders schudden we elkaar de hand. Dat is dan een mooi deal. Ja, ik zal eens achter het kabeltje aangaan. Hij heeft een week de tijd, Nox. Dat moet lukken. Ja, want ik had daar bloed. Ik had toen nog een poging gewaagd. Ik weet hoe Bravo's zijn. Het is een week is veel te weinig. Ah, we hebben maar een kwartiertje nodig, hè. Normaal gesproken is natuurlijk februari carnaval, of niet? Ja, die gasten houden allemaal geld over nu. Is Nox, wat was jij nou doen? Ja, maar die gaan niet tussen de elkaar doen met de kool. Oh, jeetje, man. Ja, maar auto is kapot. We weten eindelijk hoe Shadow zich voelt in de achterhoede. Ja, wat zou ik doen? Ik ga het nog proberen, maar... Jezus, heb jij je versnellingsbak getuned, Mark? Nee, niks gedaan. Dat ding trekt snel op, zeg? Nee, ik heb alleen een andere art design. Een ander type auto heb ik dan jij. Je hebt een Impreza. Dat heb ik ook. Ja, maar dat heb ik niet. Oh. Die van jou, die ligt lekker erin de bochten. Deze, die van mij, die is op het rechte stuk wat sneller. Die plakt echt op het asfalt, ja. Oh, sorry. Oh. Zo. Begin de auto. Nou, valt hem maar. Jezus, wat is dat ding op, Mark? Lekker, hè? Niet normaal, man. Verschillende waterpolygons, die dingen die trekken, ik man. Ik vang even mijn bocht op. Niet normaal. Oh, kut. Oh, jezus. Lekker hoor, gezellig ook daar, zeg. Ja, mijn auto stuurt volgens mij niet even meer. Hoppakee, vliegt de motorkap af. Hier, maar kijk hoeveel hard ik door die bocht heen kan, joh. Ja, ik zeg al, die Impreza heeft echt een hele goede wegligging Shadow in de bocht. Shadow is er weg, hoor. Ja, die is stil, dus... Ja, maar gewoon Shadow. Geniet er maar van, jongen. Laatste keer. Nee, komt net goed weg in die bocht. Carl! Ah, Robert! Echt, jongen. Voor dat knuffel waarbij. Oh shit, die bocht. Dat kut. Gewoon goed afremmen, jongens. Moet kijken of heel dat scheelt. Ja? Een fijne bocht, hè, Robert? Nee. Iedereen gaat er rechtdoor. Ik heb nog geen perfect rondje gehad, ik vlieg overal tegenaan. Oh, sorry. Oh! Ik moet natuurlijk wel voor vakken eindigen, kan natuurlijk niet anders niet. Nee, daar zit geen goed rondje bij. Nee, niet super. Oh. Yay! Mijn avond is goed. Dit was de laatste ronde. Oh, dat deed je heel goed, jongen. Dat deed je goed. Oh. Oh mijn god. Ik sta rond, Chris. Kijk. Nee. Het is lonely aan de top, hè, Shadow? Shit. Is het niet zeker, maar nu weet ik het dus wel. Ja, shit, iedereen man. Boven de 55, ja, dat niet. Ja, dat ben je zelf ook. Hate to be a little bit gay. Ja, dit was wel een warm gevoel, kreeg ik met deze race. Ik had meer het idee of ik aan drie banden was. Het zijn wel leuke auto's, dat wel. Ja. Het is zeker leuk, ja. Dat heb je goed uitgekozen, meneer Nox. Ja, nou ja. Jullie hebben die snelle bakken, ik heb die Honda Civic. Maar die Honda Civic, die ligt wel wat beter in de bochten, toch? Ja. Maar als je dan eerst door 8 man ingehaald wordt, maar je hebt wel een mooie bocht. Ja, de rest vliegt door de bocht tegen jou. Ja. Spreek je uit de waring, hè, lul?
Nou, Shadow, heb je gelukkig je mooie eerste. Ja, is ja, geen nee, hè? Dat is zeker geen nee. Oh, wat is dit dan voor baantje? Oh, ik ben gewoon de allerachterste, of niet? Pak. Ja. Lamus Comperos. Ja. Rij om maar heen, hè, jongens. Ik trek niet zo snel op. Maakt niet uit, jongen. Als je maar lekker snel aftrekt. Ah, die pakken zich niet vooruit te branden, joh, Nox. Oh, Nox, dat is wel een beetje zielig, hoor. Maar ik hou het met jou, hoor. Ja. Ah, fuck, man. Dat ga ik alweer. Oh, oh jongen, wat is dit? Oh, Jezus. Oh ja, krijg ik de penalty. Lekker. Zo, van tiende naar tweede. Oh, ik krijg een beuk van de fakkel. Sorry jongens. Jezus. Ik ben van tiende naar tweede in een paar bochten. Dat vind ik wel knap voor mezelf. Maar Nox, die auto, dat is niet vooruit te branden van jou, man. Wat gaat die langzaam? Real commitment to the corner, yeah, motherfucker. Ja, ik heb een penalty gekregen. Het is Japan of niet, ja. Ah, ben toch een rukdier, hè? Ik weet niet waar je heen wil, hoor, Paul, maar dat is niet de juiste weg. Hij heeft een navigatie aanstaan bij de volgende exit rechtsaf. Kijk hoe sneller die Subaru is in de bochten, maar dan kom je gewoon als het rechte stuk weer vol voorbij. Even kijken, dat is echt een snelheidsverschil als debiel. Oké, Rachi. Oh nee! Jammer joh. Ik druk hem zo even de bandenstapel in. Die weer hoor, vervelend mannetje. Dat is weg, man. Ah, damn it. Is te enthousiast op het gas. Jezus, wat lopen jullie weg op die rechte stukken, zeg? Ja, Nox heeft ook zo'n trage auto. Dat is echt niet. Dat verschil is zo enorm. Dat gaat helemaal nergens over. Zo, dan gaat er even iemand rechtsaf. Ik ga het erin pakken. Yo. Het is echt jammer van die rechte stukken in het baantje, want als we wat meer bocht in hadden gezeten. Karel, jouw auto en die van Nox, dat zijn stelden geloof ik. Nee, ik heb een Subaru. Ja, die Subaru, die is echt super traag. Zo, van 10 naar 1. In de bochten ligt die lekker, maar op de rechte stuk verlies je het. Ja. En echt ook niet zo'n klein beetje ook niet. Dan verlies je echt 4 seconden of zo op dat lange rechtstuk. Oh, heb ik gewoon 4 strafseconden? Ja. Kom ik als eerste over de finish. Verdomme. Moet je even wel kijken wie het snelste rondje heeft. Oh, Karel, netjes. Nou, ik heb alleen maar met Hachi... Ik weet 108. Met de sloomste auto, hè, Mark? Netjes. Netje hoor. Penalty. Ja, penalty. Oké. Kijk, maar ik heb nooit penalties, hè. Kijk, zie maar weer. Niet. Alleen Cello en ik hebben netjes gereden. De rest is weer als een achterlijke door over die bagen. Ja, eerste rondje. Geen maakte ik een fout. Paul, jij had terminal damage in bocht 1 of?
Ja. Serieus? Dat is nou, echt een hele bocht in. Pak je rechtdoor, ja, inderdaad. Level 38. Ja, ik moest van de laatste plek naar de eerste plek en dat is gelukt. Yes! Heb jij, had jij in Shadow wel dezelfde bochtjes. Auto dan? Oh, dit is een downhill. Oh jee. Oh, kut. Oh, dit is een downhill? Ja. Ook toe met sprint. Ben ik niet goed in. Nou, we hoeven niet af te remmen, want Karel staat eerste, dus we kunnen ons gewoon erin laten zakken. Ja, bedankt. Even een bodycheck. Gezondheid. De laatste geloof ik, heerlijk. Laatste. Volgens mij kan zijn auto 4 klappen aan, op, zeg maar. Dus als ze dan 5 keer erin klappen, dan is hij weg. Iedereen om zijn beurt. Waarom breng je nou iedereen op ideeën, Mark? Karel _ NL, dat is niet zo moeilijk. Nou, mannetje. Kom op, Karel, je kunt het. Als je een echte bikkel bent, maakt het je niks uit. Maar toch wel, Shadow staat achter je. Geen recht. Halleluja, jongens. Oh, lekker. En vierde. Klote van de deur. Shadow was een goede actie. Die was iets te scherp ingestuurd. Toen kwam je over dwars staan. Toen klapten we er allemaal in. Hey, ik denk, ik ga lekker voor de buitenbocht. Kutbaantje, zeg. Lekker stuurwerk, Noxie. Wat was dat? Wat was jij er nog aan doen, joh? Waarom kwam even goed vanuit de voorkant? Oh, oh, zo. Oh shit, nee. Oh mijn god, wat een orgie daar door die bochten. Jezus, Mina zeg. Jezus, wat een stress. Had ik de vorige race ook al. Ah, kut. Waar? Oh, kut, ga ik weer. Ik ga bij jou op dezelfde plek als jou. Ga ik dezelfde plek. De rots in. Ja, die kut. Ja, maar het is wel een harde. Ja. Regionaal. Oh, slecht voor mij weer. Nou, Karel, je gaat lekker, man. Ja. Ah, shit. Huh? Oh. Had je niet moeten zeggen. Ja, dat oh, ik sta eigenlijk ga de verkeerde kant op. Goed zo. Maar Karel, je bent eigenlijk niet zo goed bezig. Nee, ik raak één keertje de vanger aan en bam. Handrecht. Bike 360. Handrecht. Echt heel bizar. Oh, mijn auto stuurt weer een kant op. Blijft wel een mooi baantje. Oh, weer volop in de vangrail. Oh jongen, ik ben slecht. Jammer, Robert. Oh, ik heb een lekker band. Wat is het? Ik zie gewoon een voorsnel bij inhalen. Dat ging echt voor de tweede keer mis. Ik heb een lekker band. Moet je even plakken, hé. Plakken. Ja, die auto van Nox, die is in de bochten beter. Ik
kan ik bijna niet meer rijden, joh. Ik heb een lekker band. What the fuck, ik kan niet meer links af. Oh. Het is lekker tollen, jongen. Ja, ik heb ook een lekker band, of... Ja. Ja, ik ook, volgens mij. Ja, ik ook. Lekker nog. Sturen, man. Goed bezig, man. Met de traagste baggerbak. Ja. Lekke banden. Maar die ligt heerlijk in de bochten, die auto van jou. Ja, dit is echt de droombaan, denk ik, ja. Dit is voor die Honda Civic beste, ja. Ik heb 30% met een lekke band gereden, jongens. En nog 50. Netjes. Maar die Subaru rijdt wel lekker, volgens mij, of niet? Ja. Alleen ik raakte heel ietsje de vangrail en ik ging drie keer in de rond. Maar op zo'n baantje is wel een fijne bak. Veel bochtjes. Drie keer in de muur geknald. Dat is niet mijn beste ritje. Paul, weer een DNF. Ja, ik heb zomaar gekozen. Toch schade, want ik heb hem niet sturen. Het ook langzaam dit. Ja. Inname. Paul is heel goed in de Neppelus. Die hebben we toen één keer gedaan. Toen werd hij volgens mij tweede of eerste, maar... Laat je iemand anders rijden of zo, Chris? Of wat doe je? Nee, dat had ik ook. Dat is echt lastig. Nieuw ICT-problemen bij GGD. Coronatest.nl is niet goed beveiligd. We zitten nog op twee mensen te wachten, Karel zelfs. Eentje is nog aan het downloaden. Oh ja? En Ramon de Wilde, oeps, die kwam wat later. Die moest zijn kinderen wegbrengen, maar het is inmiddels 9:30. Oh, ja, inderdaad, ja. Nou, dat is gelukt. Dat hebben we ook op video, dat is wel fijn. Oh, ik sta tweede. Samen jou, Evert. In het event bedoel je? Ja, in het event, ja. Ah, ik kan ook nog tweede worden. 5 punten maar achter op Shadow, dus je kan nog steeds eerste worden. Ah, daar moet je voor gaan, Marcel, daar moet je voor gaan. Ik ga ervoor. Ik heb geen rem meer. Had je die dan? Oh, het is al klaar. Laat maar. Oh. Ja. Shadow eerst. Dan. Ja, ik ga stoppen. Ja, je de oogjes branden te veel, hè? Goed, jongen. Ja, ik ga het volgende week een kans geven. Yo! Goed. Ja, hoi. Fijne avond nog, man. Heel veel plezier in het schietspelletje Destiny, hè? Ja, nee, dat ga ik ook niet doen. Lekker op de bank zitten. Yo, man. Op de bank, even Destiny spelen, ja, stop het leuk, ja. Ja, precies. User disconnected op de Steam link, ja. Nee, hij had zijn ogen gelezen, Karel. Oh, echt waar, vandaag. Testen gehad, toch? Testen, ja. Oogtesten. Ja, maar je weet hoe breekbaar die Brabo's af en toe zijn, dus daarom... Over 7 minuten is die binnen, zegt Koen. Schijnbaar heeft een oogarts, heeft eventjes 3 seconden met zo'n lampje in zijn oog lopen schijnen en klopt nu heeft hij 2 weken vrij, hè? Ja, mijn luisterbaas, dat is echt heel, heel heftig, hoor. Oh, dat was stuk. Ja. Oh, een lekker sandwich weer. Of dan hoor je hem inderdaad vertellen, ja, ik ben naar de oogarts geweest en dan hoor je achter hem zijn vrouw, schatje, de opticien, die is geen dokter. Exact. Nou, hij is bijna klaar, zegt Koen. Hij dacht dat we al gestopt waren. Ik zeg, nou, we zijn nog bezig. Nee, we zijn nog bezig. Zegt hij, maar Teamspeak, ja, die draait gewoon 7x24. Oh.
Ja, daarvoor heb ik een deel 360 onder aan de trap hangen namelijk. Dus Netjes. Klopt, dat blijft lekker draaien. Dat is geen probleem. Wat heb je onder aan de trap hangen? Zo'n Rex server. Zo'n DL 360. Oké. Oeh, net mis. Kapot. Ja, inderdaad. GT prototype, hè? Ja. 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 Dat was lekker. Oké. Oh, ik kan niet. Oh jee. Kijk, eigenlijk mijn eigen livery. Oh, lekker. Akura. Nou, Koen heeft hem binnen, hij komt eraan. Ja, dan moet hij opschieten. Ja, hij dacht al dat we gestopt waren, dat we allemaal in bed lagen. Ja, goede voorbereiding is het halve werk, hè? Ja. Dan moet je, als je dadelijk erop komt, zeg je, hey, bedankt hè, tot volgende week. Start dat ding. Ja, is toch best wel moeilijk hè, zo'n server zijn. Dat deed ik nog niet zo slecht even, hè, met 2 minuten wachttijd. Nee, precies. Ja, maar met die 2 minuten wachttijd hadden we elke host wel... Oh, klopt, we hebben iedereen... Computers bij. Oh, klopt, dan staat de schade eruit. Oh, dan hebben we dit, oh, dan hebben we dat. Oh, klopt, doen we even overnieuw. Klopt, Nox, jij doet het goed, man. Huh? Dan maak je misschien geen fouten. Ik maak veel te veel fouten. Nee, je wil gewoon racen. En dat snap ik heel goed. Trip Masters Cup. Oh jee. Jezus, je staat weer als eens, Mark. Ja. Dat verdacht hoor, inderdaad. Hij staat altijd vrij, ja, dat valt me ook al op. Mag Shadow even weer de Cadillac Escalade, hoor. Random, met Mark als eerste. Ja, ik sta zeker weer ergens achteraan. Wat een mooi kleurtje trouwens, Chris. Jezus. Nou, een Karel ook trouwens, een mooie blauwe. Oh. Nice, hè? Blauw. Met bloemetjes. Ja, kleur, je hebt niet schrik, hè. Als ik alleen maar blauw in de binnenspiegel zie, dan vind ik het goed. Nou, wie wachten we? Op die Medion weer? Op die Medion PC, ja. Zo, we krijgen een beuk. Oh, waterfall, jongen! Ja, een beuk van Shadowfly. Oh, jezus. Mijn achtervleugel is er bijna eraf. Vonken, vonken, vonken. Dit is wel een mooi circuit met een mooie auto, zeg. Lekker hoor. Robert, die maakt vrienden op de baan, hè? Van laatste. Oh, oh. Bam! Mag je niet langs voor Shadow, hij is boos. Hij houdt iedereen terug. Ik ben nog steeds boos over het eerste rondje. Nee, nee, nee. Ik word gewoon op de baan blijven. Ah, dank je, dank je. Wordt gewaardeerd. Doe ik het volgende keer voor jou. Jij moest zo doorgaan, Shadow, want dan gaat het wel anders, hè? Dat weet je, hè? Oh, lekker rondje. We hebben allemaal vechten met en de rest gaat er allemaal langs. Oh, die fucker, jongen. Die wil me allemaal beuken, jongen. Echt ongelooflijk.
Wat doe jij dan weer, Marcel? Te vroeg! Robert, jongen, echt. ik ga je echt opzoeken morgen, echt waar. Ik ben zo klaar op slot, hoor. Nee. Ik gooi gewoon een raam in, hoor. We hebben die thermopaneglas, dus dat is op zich is dat wel, wel nice. Ik ben hard gooien, ja. Ik kan ook met mijn auto naar binnen rijden, natuurlijk. Nee, doe dat maar niet. Lekker man, jammer. Muur. En lag het laatste. Jammer. Nou, ja, dan kom ik weer hoor. Kijken wat ik of ik er netjes langs. Ik heb in één klap terminal damage. Oh, dat is netjes. Dat is niet normaal. Dit is wel een lekkere auto hoor. Ik heb. Zeker op dit circuit. Oh, mooi, okay. Mooi bij je. Ja. Nou, maar krijg ik ook 4 strafseconden erbij? Lekker is dat? Het is gewoon een biljartlaken joh. Zo plat. Silverstone, hè? Grand Prix circuit, denk ik niet. Ja. Even Max toen nog gewonnen. De laatste keer. En 44.9, dat was niet eens een heel lekker rondje. Nog een ronde, kut. Ja, nog een ronde, Marcel. 1.44.7, Karel. Netjes. Die bocht die mag je vol gas nemen, maar. Echt waar? Ja, jammer. Klopt, die allereerste, ja. Ik kwam een meter dichterbij. Vandaar dat iedereen 3 seconden sneller rijdt. Uitje, fuck. Hoe rijdt deze auto, Paul? Beter? Lekker, ja. Ja, maar het is ook een lekker circuit, ja. Ja, hè? Ja, ik bocht. Ja, hier zijn de wegen 4 keer breder, hè? Precies. Ja. Daar hoor ik wel van. Ja, maar dan vind ik wel dat je onder een 1,55 moet rijden, Paul. Oh, recht, het lijkt weer druk op, hè? Nee. Waarom rem je nou? Oh ja. Vergeten, ja. Sorry. Yes. Ik ben te voorzichtig, want ik ben bang dat als ik met deze auto het gas rijd, dat hij gelijk gaat tollen. Ja, logisch. Dat zal hij ook echt wel doen, namelijk. Ja, en hij durft dan naar buiten, dan denk ik, oh, en dan houdt hij hem niet. Maar blijkbaar kan het dan toch. Ja. 1.44.1 even. Jammer, Robert. Shit. Ah, zo jammer voor Robert. Hij had derde kunnen zijn. Oh nee, vierde. Vijfde. Nice. Leuk. Met je stuk al, even hier weer een. De laatste rondje ging wat ik snel. Niet begrijp, Fakko. Hoe kan jij nou 10 seconden langzamer zijn, maar toch bij mij zitten dan? Ik heb één keer heel veel afgesneden. Echt heel veel afgesneden. Daar krijg je maar 4 seconden voor. Ja, dat verbaast me ook. Ja, dat was echt. Dat waren die 2 bochten. Nee, dat was echt. Ja, maar als je 3 keer penalty krijgt, dan is het afgelopen. Ik zat op 2, ja. Maar hij rekent er precies uit dat hij 2 keer kan afsnijden. Het is er ook niet te geloven. Nee, dat was onbewust. Hey, Paul, ik zei 1,55. Je hebt 1,49 gereden, man. Netjes. Sneller dan Robert. Snel pakken, hè? Netjes. Oh, shit. Oh, dat is nieuw. Ja, 2 minuten, jongen. Deze auto mag er wel in blijven, Paul. Ja, zeker. Vind je wel lekker, ja. Nou, dan gaan we andere auto nemen nu. Hey! Sydney Motorsport Park. Round 2. Van die lekkere bocht in. Oh. Dit was een oude man die oeps, hè?
Heb er kracht niet meer voor. Tuin en oprit, net lopen, sneeuw schuiven. Opa heeft last van zijn rug. Oh. Jongen. 4 weken geleden, hè? De eerste week zei hij. Vergeten. Tweede week waren ze kinderenjaar. Derde week zegt hij, ja, nou ben ik er echt. En toen was hij me vergeten te installeren. Maar hij heeft hem nu wel gekocht. Dus dat is al een eerste stap. Eerste week kroosjarig, tweede week ook kinderenjarig, derde week ook. Heel veel kinderen. Hoeveel kinderen heb je al? Cello, jongen. Ik pakte de bocht naar links. Ja, en ook met een souplesse ook, hè? Ja, dat pook ik niet helemaal. Je bleef hangen. Met een nieuwe controle. Evert. Godverdomme. Ik ben gewoon op het gras geduwd, man. Live is unfair, Carl. Lekker, hè, Shadow, achterin. Misschien een zwakkerij door de rook van jullie. Nou, we zitten weer met fakkelbrigadier, hoor. Zwaf, dan, als jij nou eens even rent. Als jij nou... Jezus. Karel. Jezus. Ja, nou, zo. Karel hebben we geen last meer. Nee, dat is geen. Nee. Je ligt nou zo ver achter. Wat een leer, hè. Jongen, wat een drukte. Nou, ik ben blij dat er geen 16 zijn. Maar ligt aan mij en de baantjes ook erg smal. Ja, baantjes heel smal. Correct, is smal. Jongens, ik heb fakkel dragen en bal pal voor me. Dat kan ook niet goed gaan, hè? Ja. Fakkel dragen, wat een combi. Die fakkel vliegen die slingen naar harder dan mee. Ja, nee, mooi, dan, ja. Ja, maar dat, jongen, is, jongen. Dat is omdat hij je tegen wil houden. Dat is niet omdat hij niet kan rijden. Wat is een zwaffeldrager? Oh god, ik zit achter paal. Nou, pas maar op. Dat is ook echt niet mijn baantje, dus. Ah, lieve Mike, je hield even iets in, Shadow. Wel, ja. Ik wou er eigenlijk niet afkegelen, inderdaad. Anders hebben we Karel en Paul weer bij ons. Ah, zo heel ver lig je niet voor, hoor. En hoe is het met Daan, waterpolen, jongen? Gaat het niet zo goed? Of, Ik ben één keer het gras ingeduwd. Oh, en dan heb je gelijk achterstand, ja. Ja, we hebben flink achterstand. Steken we fuck op brigadier, of niet? Oh, Paul. Nee. Oep, sorry. Deze keer niet. Ah, hij schijt. Wel een beetje kort, 3 rondjes. Nee! Ja, het gaat zo hard. Wie zit er in godsnaam aan de buitenkant van zo'n bocht een blok beton neer? Ja. Pak op, brigadier. Roddel, stop touching my butt. Uit dan maar op de harde manier. Nou, gaat even weg van me, man. Die zijn allemaal vastgeplakt. Ja, stuur maar van een potput. Vonken. Jezus. Een kutcircuit. En dan maar vastgeplakt zitten en dan nog als tweede over de finish gaan ook. Nee, eerlijk waar. Ik dacht de Shadow eindigen. Plus 5 punten, denk ik. Oh, plus 5 seconden, ja, maar, jongens. 5 seconden, kak. Valt lekker vrij baan, Nox, of niet? Ja. Je hebt al strafseconden. 5 seconden. Kost je dus gewoon... Toch nog tweede en terecht. Kost je gewoon een halve seconde per ronde als er iemand achter je zit, hey, of voor je zit. 6. Jezus, snel. Tjoh. Ja, ik heb geen enkel rondje normaal kunnen rijden met die badmutsen. Jezus.
Ah, maar dit is wel een fantastische auto. Echt. Ja, hij is binnen. Nou jongens, nou, ik zeg, was gezellig. Ja, is die geïnstalleerd? Hij durft niet meer. Lukt het, Koen? Ja, lukt. Ah, mooi man. Is hij binnen? Ja, hij is binnen. Hij is nou DirectX aan het installeren, dus bijna. Oh, dat doe ik goed, man. Nou, speciaal voor jou blijven we nog even online. Ik schaf een glasvezel aan om gebruik te maken van die download mode. Want dan download hij met 5 MB per seconde. Echt waar? Kan dat dan? Ja. Steam druk. Je zou zeggen 105 MB per seconde moet je halen, maar... Nou, gewoon cello kabel 250 Mbit. Ja. Maar... Dan moet je glasvezel veel sneller kunnen, toch? Ja, inderdaad. Ja, ik heb hier een halve gigabit en ik trek hem gewoon vol, hoor. Dus dat is het issue niet. Ook glas. Dus, nee, ja. Weer ik heb 500 up en down, maar ja, goed. Dan zou je iets van 55 MB moeten halen per seconde, max. Ja, ik heb ook 60. Haal je dan? Ja, ik heb ook 50. We hebben glasvezel met 50 up, maar wij halen het ook gewoon 8 MB per seconde met downloaders ongeveer. Ja. Dus dat zou Koen toch veel over moeten hebben. Ja, die website die kan natuurlijk dat vier pieken dalen. Zo spelen. Welke baan is dit? Dit is volgens mij iets van Oostenrijk, maar dan achterstevoren. Oh ja. Power slide. Iets te voeren op het gas. Online. Oh, dat ging net goed. Nou, slaap slappe man, Chris, kom. Wel penalty dus. Hey, jongens, kan... hey. Hebben jullie een vriendcode of zo die ik. Ja, die code die ik gestuurd had, weet je nog? Oh ja. Heb je die nog ergens? Ja. En dan, als ik hem dan accepteer, dan kun je op mij aanhaken. Even kijken. Doe een vriendcode in. Ik gewoon netjes rechts van hem, wat doet hij? Stuurt hij naar rechts. Echt eerlijk waar heb ik dit toch aan verdiend? Ja, ik werd gelijk bij de tweede bocht al in de vangrail gedrukt even. Ah, weer, jongen. Mag dit niet, mag niet. 4 seconden strafpunten, denk ik. Bal, bal! Godverdomme! Oh. Wat is dat? Ja, ik zit gewoon rechts van je. Wat doe je? Stuurt naar rechts. Oh, sorry. Oh, sorry, Daan. Ja, je tikte me net verkeerd. Ik weet niks aan doen, hoor. Ah, schiet mij maar in de condoom. Oh. Kijk. Dan maak ik wel mooi uit, man. Ja. Hey, Evert, heb je toch een keer geluk? Word je toch een keer laatste, jongen? Hè? Ja. Damn. Fuck, een brigadier heeft 2 seconden straf. Ja, dan eindig ik tweede. Jammer, joh. Jammer, ja. Maar dat was echt een heel klein shadow. Net sneller. Ja, ja, hoe klein het ook is. Strafseconden. True. Hey, Nox. Ja. Zeg maar 9e worden. Het is net alsof je een snicker steelt. Kijk, net bij, niet op het podium, bij, één bij puntje. Bij de etels of zo. Ja, maar het is maar een snicker, ja, maar je steelt wel. Zo is het. Slecht. Ik word continu gebeugd. Terug, beuken, Evert. Ja, lekker. Ja. Brengt er netjes voor. Lukt het, Koen? Ja, moet jij mij nou toevoegen of kan ik jou toegevoegd worden, Mark? Hij kan mij toevoegen dan. En wat je ook kan doen is even jouw vriendcode opnoemen, dan kan Nox jou toevoegen. Ja, dan, dat is goed. Want die is namelijk de server. Oh, wacht, ik typ er wel een. Ja. Kijk, tik je het in 2019? Nox, kun jij type met Koen even toevoegen? En, ja. 2019. Zit je staan dan? Zit helemaal niet. Oh, hier. Zie je hem?
1179. Staat in Teamspeak, denk ik. Ja, 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 zeker. Klopt. 1179. Nou, ik kan je niet vinden. Flauw, hè? 1179. 71, 87. 93, hè? Ja. Ik heb hier nu. Ja? Cornelis, hè? Klopt. Ja, dan krijg je nu een invite. Krijg je in eentje een beperkt zwaaiende mannetje. Als je mij dan accepteert, een rechter muisje op mij en dan heb je join game als optie. Of meespelen. Ligt eraan welke taal je hebt geïnstalleerd. Ja, maar jouw kennende heb je hem Engels staan. Nee, ik heb hem nog in Nederland staan. Oh, echt waar, joh? Oh, dat is wel pijnlijk. Lajo, hè? Dat doe je met Valnet toch ook niet? Nee, ja. Ja. Ah. Zit ik daar naar dataklassen zoeken en dan moet ik naar gegevensklassen zoeken. Ja. Dat kan ik niet vinden dan. Enter. Nou, dan ga ik ook maar even iemand beuken. Hello is de lul. Nieuwe vehicle. Oei. Ach, weet je het zeker? Porsche 911 McLaren. Ik heb niet zoveel keus. Nou, zal ik het goede nieuws over die auto vertellen of het slechte nieuws? Positiviteit. Eerst het goede nieuws is dat het de allersnelste auto is van alle auto's. Die kan 420. Oh. Maar het nadeel is dat hij voor geen meter stuurt. Nu een baan met heel veel bochten. En je moet eigenlijk bijna niet sturen met dat ding. Dus als je in één keer vol naar links of naar rechts trekt, dan gaat hij in de slip. Oké. Okay. Laten we gaan meemaken. Oh, oké, deze. Ja. Ja, of je moet even een andere kiezen, maar... Ja, joh, leuk. Gaan we een keer proberen. Okay. Ja, uitdaging. Ik heb hem al gekocht. Oh mijn god, heeft hij hem gekocht. Nou, dat is echt zonde van je geld, maar... Pas maar achter. Ja, dat bedoel ik. Weet je wat je daarvoor kan kopen, joh? Oh. Even kijken, zit je erbij, Koen? Bijna. Ga ik jou ook gelijk even Bijna. Ja. Moet trouwens sowieso even iedereen in Steam toevoegen van elkaar. Dan denk je, ik hoef geen vrienden met ze te zijn, maar dan kun je ook namelijk in de vriendslijst kijken wie allemaal de snelste ronde heeft. Dat zie je alleen bij friends als je dan vrienden bent met elkaar. Oké. Okay. Nee, dat weet ik. Daarom heb ik ook jou gedeclined, maar de andere wel. Lukt dat, Cornelis? Okay. Oh ja, dat poppetje nu. Ja, bevestigen. Ja. Vinkje bevestigen. Yes. Meespelen. En met Discord kan het ook trouwens. We zijn onderweg, denk ik. Ja, dan komt hij zo. Even de controle pakken. Ik wilde de opmerking nog niet maken, maar... Lijkt echt alsof hij een aantal geschakelde Chinese telramen heeft staan of zo. Echt gewoon niet normaal. Jongen, jongen. We zitten hier gewoon te fucken, dat weet je. Ja, dat weet ik. Daar moet je niks van aannemen. Het is allemaal onzin wat hij zegt. Ja, dat maakt niet uit. Ik geef ze wel te eten, ja? Dus hoe het is, hè? Je hebt geluk dat je niet in mijn team zit, anders had ik wel extra hier dat ik op je naam gezet. Als product owner. Goed. Yes. Moet ik nou iedereen toevoegen? Of, Nou ja, als het goed is, start het spel op en dan join je nu de sessie. Klopt dat? Ja, als je meespelen doet, dan join je gewoon de sessie. Kijken of ik hem al zie. Nee. Je moet er gewoon op meespelen klikken, of niet? Ja, gewoon meespelen. Dan join je ons. Als je in-game zit, druk je op shift en tab tegelijkertijd. Dan krijg je die Steam overlay en dan...
bij joinen. Wat zie jij nou weer voor een foto, Chris? Steven, hè? Dat is echt een mega laptop. Dat is zo'n Marvel laptop die er helemaal als een transformer uitkwam, weet je wel? Ja, het internet zit er wel mee, hè? Onzin. Wat zegt hij nou, Koen? Ik zou op een schermpje moeten wachten, maar ik heb op meespelen geklikt, maar er komt niks. Oh, hij is nog die DirectX en die VC-Redis aan het installeren. Op zijn achtergrond, denk ik. Ja. Maar omdat jij geschakelde Chinese ramen hebt, dan moeten we daar even zo wachten. Maar jij hebt de Friends fight van Noxia wel gezien? Ja, ik zeker zie dat in Nox Million. Ik zie hem ook grid opstarten, maar dan gebeurt er niks. Eventueel als je Windows in het Chinees zet, dan schakelt dat sneller. Ja. Laten we eens even kijken. Sluiten. Ja, nu start de machine. Paul denkt, dat is mooi. Dan kan ik even mijn been strekken. Ja, precies. Hey jongens, zitten jullie ook al op Twitch, of dat niet? Doen we ons kanaal ook nog broadcasten, of dat niet? Nou, Shadow die neemt het op. Dus ze sturen zo'n linkje, dan kun je de hele avond terugkijken. Ja, aan het einde van de avond krijgen we een YouTube-je. Ja, Twitch of zo, ja. En je kan het nu ook live kijken. Mijn vriendin die heeft het op de tv beneden aangezet. Ja. Volgens mij. Hoor dat het zo lang duurt. Van lekker een wijntje kunnen schenken. Ja, het is een vrij saaie stream. Ja. Saai Marcel? Op dinsdagavond een wijntje, hè? Ja, joh. Jonge jongen. Koude schoenen aangetrokken dan. Nou. Ik ben nog steeds dry. Ja, dat was ik al niet, dus... Ik ook niet, maar... Ik ben er wel... Dat is vanaf donderdagavond. Dan is het weekend, soort van. Pas wat pasta eten, dan ben ik ook bij. Ja, inderdaad. Ik zie hem steeds wel opstarten, maar dan gebeurt er niks, hè? Nee. Hij verdwijnt. Die komt wel real-time bijvoorbeeld. Heb je wel een videokaart in je PC zitten, of niet? Ja, een ISO-kaart. Ja. Dat is een oude ISO-kaart, ja. Ja, Joop, vraag het maar. Ik heb mensen meegemaakt die dan als antwoord zeggen, oh! Hoe zie ik dat dan? Ja. Ja. Moederbord. Ik dacht dat ik gewoon een spelletje halen kon en dat ik gewoon meespelen kon. Dan is mijn antwoord ook ja. Bij de Intertoys is de PlayStation ook gratis, dus ja. Ja. Hard kan rennen is alles gratis. Als je hard kan rennen is alles gratis, ja. Ja. Donkere Koen, jij zit nu nog in de game, toch? Ja, ik zit... Als jij er nu eens uitgaat en je drukt met de rechtermuisbutton in je Steam vriendenlijst... en je drukt dan de rechtermuisbutton op Nox meespelen... Ja. En dan niks doen. Dan, als het goed is, kom je gelijk in het menu. Dan spring je gelijk bij ons erbij. Ja, of heb je soms meerdere schermen eraan hangen? Dat die op het verkeerde scherm of zo? Nee, één groot scherm, maar... Nou, als je meerdere schermen hebt, dan zie je toch gewoon dat hij op staat. Ja, maar meestal als je zo'n scherm dan afkoppelt, dan gaat het daarna niet meer goed. Oeh.
Oh joh, een hele auto stuk. Bam! Oeh! Dat klonk wel hard, hè. Bam! Wist je dat je deze auto trouwens ook kan kopen? Hier, die kun je ook zo tunen en zo. Heeft geen enkele zin, je zit alleen maar in de lobby, maar... Echt waar? Ik zag laatst eentje, die had allemaal bloemetjes erop. Ik denk, hoe kan dat nou, maar... Super gay. Super gay. Trouwens, even de Swaffla heeft ook bloemetjes met één auto. Zeker, op al mijn auto's. Ik heb ook bloemetjes op mijn auto. Art, de art livery. Ik ben een tijgervelletje geloof. Wie rookt daar zo? Even kijken wie dat is. Cello. Nee, wel? Een cello, ja. Ja, je hebt echt dikke rookpluim achter. Volgens mij heb je de olie niet ververst. Ja. Kan kloppen. Oeh. Ja, hey. Parklas kiezen. Ik had, hem net gekocht, die Porsche, voor 8 ton. Ja, jammer joh. We gaan gewoon net zo lang switchen tot jouw geld op is. Ja. Hoe is jouw spenderingspatroon nou mijn probleem? Ga deze gewoon lenen. Eén vriend speelt nu. Maar als jij dus meespelen klikt, dan start hij het spel op. En wat zie je dan? Ja, en bij mij verdwijnt het. Wordt het beeld zwart? Nee, dan stopt hij gewoon. En dan daarnaast kan ik weer spelen klikken. En de game zelf draait hij überhaupt dan. Met de herkenner, weet je niet. Het spel start wel gewoon op. Je krijgt een beeld, of niet? Ja, dan krijg je even een zwart scherm. En daarna stopt het. Oh, ja. Je ziet maar helemaal geen beeld. Na het installeren wel alles even een keertje gereboot. Ja, dat gaan we nu eens doen. En heb je je Nvidia drivers geüpdate? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Heb je überhaupt wel een Nvidia kaart erin zitten? Ja. Nou, start maar vast even een rondje. Dan haak je het volgende rondje even aan. Dan rijden wij vast een rondje. Nee, ja, mijn motor raakt ook, over, eindelijk. Ja, dat zien we ook weer. Je bent niet meer de enige die rookt, Marcel. Oké. Start er maar, Nox. Ah. Weer een vehicle. Weer wisselen. deze had ik geleend. Lancia Stratos. Dat is wel een iconisch wagentje, zeg. Een mooie hoek aan inderdaad. Ja, weet je hoe lang ik bezig ben geweest om al die auto's dezelfde kleurenpatroon te geven? Dat kostte me gewoon een half uur. Ja. Je moet elke keer naar R toe en dan het zesde tabbladje klik klik. Hallo. Oh, okay. Nou, dat is een lange race. Die duurt maar liefst anderhalve minuut. Ja, ik heb vertrouwen in de nieuwkomer. Maar inderdaad, als die over de glasvezel met 5 MB installatie haalt en als je ziet hoe langzaam zijn spel opstart, ik denk dat daar nog een HDD in zit in plaats van een SDD. Ja. Moet je toch aandraaien, of niet? Iets met mechanische onderdelen. Maar eigenlijk je nog wel vroeger hoorde of het stuk was of niet, weet je wel. Tik, tik, tik. Oh, ja, hij is stuk. Belletjes laden via de floppy. Ja. Gelukkig heb je niet zoveel wielspin met dat ding, maar dus. Eerst zoals een zwangbak. Ik ben overal gebeukt en ik kom overal steeds als verliezer eruit.
Ik ben nu al van de derde plek naar de negende gezakt. Echt ongelooflijk. Laatste dus bedoel je? Ik hoor even twee huilen. Ja. Huilie, huilie. Klopt. Ging lekker shadow. Oh my god, heb ik een band al voor me. Links of rechts? Waar heb ik dit aan verdiend? Ik dacht al, waar ben je gebleven, Marcel? Maar je zit dus aan de binnenkant. Ja. Ik zie je niet meer in mijn spiegel. Ah, kut. Niet handig. Oh, zijn we op de laatste lap? Oh, fuck. Ja, dat zei ik toch? Dat is een heel kort baantje. 30 seconden doe je over een rondje. Fuck al, Brigadier. Haal iedereen in, joh. Fuck. Oh, het waterpolo jongen wil er ook langs, hoor. Ja, ik denk dat het gooi op zoek. Wat een slecht rondje die laatste. Nou, die shadow, hey. Onder de 40 seconden, netjes hoor. Ik hoop voor jou. Nee. Echt alleen maar beuken. Beuken. Ja. En Koen, doet hij al wat meer? Een ogenblik geduld, RB. Oh. Hey, ik ben hem even aan het rebooten. Dat zei ik toch? Ja. Hoe kun je nou wel... Ja, dat zou je bijna zeggen, hè? Crowdfunding. Geld inzamelen, crowdfunding. Ja, dat klopt. Dat we zo'n donatieabonnement opstarten, help de 3D-gegevens de winter door, ja. Echt gewoon, wat de fuck. Hier nou even een foto van Chris, dat doe je dan weer niet, hè? Die post je dan ook nergens? Jammer. Ach, ja. Hoe is het met Daniel afgelopen? Die hoor ik niet meer. Nee, die had zijn ogen laten lezen vanochtend. Dus die kon het niet heel lang volhouden. Testen. Maar dat is echt een beuker hoor. Tjonge, jongen. Ford Sierra. Oeh, Volvo. De Ford Sierra RS500 is de snelste van alle vier. En de beste ook. De mannen pakken een Volvo, toch? De mooiste. Ja, echt een mannen bij de Volvo, ja. Zo is het. Nou, ja, als hij nu nog aan het restarten is, dan plan ik even meerdere races, hoor. Maar het voordeel is wel, Koen, dat de volgende keer hoef je alleen maar op te starten en te connecten. Ja, de volgende keer alleen maar 3 uur van tevoren plaats te nemen in plaats van 8 uur. Ja. Ja, het is bijna werk, hè? Ach ja, jongens, het houdt ons van de straat. Dat zeker. Oh, dit is zo'n kans om een Robert even te mangelen. Ja, even revanche. Ja, jongen. Oh, ik kom Paul in één keer in de hoek hem zetten. Snel tussendoor, hè, die Robert. Wegwezen, denk ik. Ja, je wil niks met mij te maken hebben, maar... Kapot. Schiet me kapot, man. Jezus. Wrecked, Paul. Helemaal joh. Hammer down. Waarom nog eerst? Ah. Ja. Oh, weer zo'n berg. Ja, dat is een gedeelte van die lange rit omhoog. Oké. Maar die moet weer ergens achteraan starten hoor. Maar dat is God, wel goed, want deze auto gaat niet zo hard, dus anders doen we er heel lang over. Nee, en het is ook zo leuk dat je vier keer hetzelfde rondje rijdt, maar als je gewoon één groot ding hebt met oneindig... gebaanswitching, dan is het ook nog leuk ook. Nou,
jongens. Je had geen DirectX 12 melding gekregen, Koen? Die heeft hij bijgewerkt. Oké. Okay. Er is nou een Steam aan het bijwerken. En Nvidia Drive is ook geüpdate? Ja. Probeer maar eens gewoon op te starten. Ja, probeer ik nu te doen. Pak op hier de poortje er gewoon in, hè? Als van een hammerhead. Pedo gaan we gewoon rechtdoor. Ja, ja, ja. Gewoon een penetratie maximus. Penetratie maximus? Ja, echt. Nee, dat is een retardus maximus. Sorry, Daan. Ja, ik wou zeggen, die team moet inzakken. Bijna in de muur. Netjes, Marcel. Ja, nog wel, maar... Het, ik ving je leuk op, maar... Oh ja! Geen enkel probleem. En gewoon terminal damage, hè? Gewoon... Ik kan kiezen, spectate of quit. Ongelooflijk. Wat een lompe Harry ben jij, zeg. Heb je die op video, Shadow? Godskleer, die ga ik even terugkijken, jongen. Echt. Wat een mogol. Die was auto dat die vloog gewoon 15 meter de lucht in. Even vieze vuile pijp, homo. Oh, verdomme. Jij tikt mij gewoon van achteren weg, man. Vuile. Nee. Vuile. Ril niks. Yo, pak op, Brigitte. Yo, Brigitte, ik sta drie bochten achter je stil, hè. Omdat jij mij eraf tikt, hè. Oh, snel de volgende. It wasn't me. Even ja, rustig langzaam, jongens. Jij ging achter Chris. De eerste, dus even rustig aan. Oh, Jesus. Nee, niet echt, hè. Ja, nee, dit was... Nou, even bijna. Yeah, once again. Oh. Jou heb ik. Nou, ja, lekker dan. Ja, ik bedoel, continu als ik er voorbij wil naar rechts sturen, dan denk ik, dan beuk ik je gewoon helemaal dood. Doet hij al wat meer, Koen, of niet? Wordt opgestart. 84%, 84%. Netjes, Marcel. Ja, nog wel. Ik, oh, ja, frustrerend, komt iets geels aan. 88. 90. Hou vol. 94. 94. 95. Hij gaat 96, het halen, Michello. 97. Oh, jongens. Ik word de eerste. Nice. Nou, jongens. Rondje. Ja. Yo, hè. Fijne avond. Alleen je rechter spiegel staat krom. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Maar ik zou deze even zeker terugkijken. Dat ga ik zeker doen. Meneer Fakkelbrigadier ook. Oh. Ja, dat deed bij jou, Mark. Dat is echt sneu van diegene. Ja, dat was jij. En ook eventje jaagde hem er gewoon echt voor, hè? Oh, echt niet. Ja, zo, ik begon laatste. Ik reed gewoon op mijn lijn en jij tikt mij van achteraan. En... Nee. Ik reed naast je en jij schuift hem terug op jouw lijn waar ik rijd. Maar red je hele mooie tijd hoor, netjes. Dat heet niet voor niks. Oh kut, AMA sprint. Mm-hmm. Was me van geen kwaad bewust. Nou jongens, kom met die 1, 2, 3. Daar gaat hij foto van maken. Ja, natuurlijk. Ga je zeker in grid 19 posten. We moeten nog een race, Marcel. Kun je toch bij Nvidia kun je toch even een kloek. En dan heb je een schermafdruk. Of zit je echt met je mobieltje ervoor. F12 jongens, F12. F12 is de Steam screenshot sowieso, ja. Doe ik nu, want ik sta nu één okay. Eerste, kijk. Alta 4? Huh? De grootste, ja. Die grapjes zijn heel leuk, alleen we hebben hier wel de doelgroep dat je dan minimaal 3 spelers kwijt bent. Race je mee nog, Paul, of niet? Ja hoor. Ja, ik kreeg een nieuwe Windows. Zie je iets? Ja? Heb je beeld? Nee, ik probeer een screenshot te sturen. Maar... Oh. Ah,
Als je een DirectX 12 melding krijgt, dan heb je waarschijnlijk je videokaart net niet sterk genoeg. Ja, maar Grit vraagt er niet zoveel, wel. Nee. Ja, ik geloof een, hoe heet het, een, van die zoon van Robon, daar een vriend van die wou meedoen. En, die had daar de buurjongen van. Ja, nee. Maar die had een videokaart. En daar de zwager sterk genoeg was. Ja. De lesbische zusje. Oh. Nee, het is een lesbische broertje. Ja, Marcel. Hey, Fles, jongen. Zo, Borg. Het snijdt ik er mooi af. Jezus, dankjewel. Marcel. God, ja, ik kom maar. Ja, echt eerlijk waar. Nee, maar, ja, maar dit man. Niemand die kan rijden hier, hè. Oh, oh, Marcel, jezus. Turf damage. Moet eens doen. Ja, lekker, hè. Borg. Hey. Jezus, hey, jongens. Wauw. Dit was echt... Ik heb nooit zo'n stelletje putjes bij elkaar. Gastje. Hey, fuck off, wat is er? Ja, die is er. Sorry, ja, nee, ik, ja, mijn auto is kapot. Dus deze jongen... Serieus? Ja, mijn auto is echt kapot. Ja, ja, ja. Een van de paarse man die kwam... Even. Oh, en een swaffelaar, ja. Swaffelaar, nee, 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 nee. Ik was het niet. Ik was het niet. Nee, deze keer niet. Dat was de 9. Welke volgende? Maar hoe stream jij dan, Robert? Ja, ja, stom draaien. Robert. Jo, sorry. Hoe stream jij dan naar beneden? Hoe stream ik naar beneden? Zegt hij hem vrouwtjes beneden aan het kijken op de televisie? Op de tv, ja, ja, op YouTube. Ik weet niet wie van jullie, maar die heeft het vorige week gekeken, dus ik kon de historie dan terugkijken. Oh, Chris, je hebt hem op livestream ja, staan. Ja, is Chris. Chris, ja. Ja. Beep, 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 beep. YouTube-vriendelijk, hè? Of is het dikke toeter? Autolab 2, just one place to the front of the pack. Jongens, ik ga er vandoor. Dank jullie wel voor deze avond. Bedankt, volgende week. Houd in de auto. En beuk ze. User disconnected from your channel. Bent je vriendin dan maar? Ik reed eerst de derde. Kak. Kak. Laat je gewoon inhalen, Marcel. Ja, een paar kleine foutjes en dan word ik afgestraft meteen. Maar? Ja, netjes. Toxie weer voorbij. Ah, oh, die kutbocht. Birimme, is dit net een scherp die bocht? Zonde. Ik kreeg zo in het YouTube kanaal waar jullie op zitten. Wie heeft? Gewoon op Chris Wijnberg zoeken. Ja, dat is youtube.nl/rugridder. Wat je ook kan doen, Koen, is even in de groep, de WhatsApp-groep kijken. Daar heb ik een filmpje van vorige week gestuurd. En dan kun je op hem abonneren. Dan krijg je elke keer een linkje als er weer eentje bij komt. Ja, ik zie het niet. Maar hij start niet op dus bij jou. Je krijgt een zwart beeld, of wat? Hey Koen. Ja, ik zie hem nu. Ik ben lid. Nee, maar ik bedoel... Nee, ik het spel. Ja, oh zo. Jongens. Ik ben nu wat krijg je als je hem opstart bedoel ik? Ja, ik zie je. Doe je Marcel. Start ja. En stoppen weer. Gewoon nu vast. Ik ben nu de drivers aan het updaten. Oh, oké. Okay. Kijk of dat nog helpt. Hele avond bezig. Ja, shit is dat hè. Ja, nou ja, hele avond bezig, maar... Eerst ben je de kinderen naar bed aan het brengen en vervolgens ja. Denk je, even spelen en dan... Ja, je had hem beter vanmiddag even aan kunnen zetten of gisteren, ja. Maar ja. De hele dag overleg gehad. Ik denk als die LAN-party van vroeger. Ja. Geïnstalleerd ja. Oh, dat hebben we ja. Gehad over de LAN-party. Het was ja. Ook iemand. Het was gewoon de hele ja. Weekend was hij alleen maar bezig om de PC in orde te maken. En toen zondagavond deed hij het. En toen stopten we er allemaal mee. Vijf kratjes Red Bull rijken. Ja. Nou, die werd helemaal gek. Dat is toen nog niet. En Shadow had het ook een keer. Die had gewoon een Windows crash, blauw scherm. Een keer? Die had het elke keer? Ja, die had het elke keer, ja.
Maar toen liep je nog met zo'n zware CAT om die... Klopt, volgens mij had je de laatste paar lands toen gewoon een reserve onderdelen doos mee voor als er iets stuk ging, weet je wel? De vloeistof voor toen, bijvoorbeeld de letter. Extra CPU, extra memory, extra moederbord, gewoon alles op spare. Ja. Maar wat zei je nou, Koen, het laatste? Een dikke CAT mee. Oh ja, ja. 21 inch. Goeie tijd. Ik had, hoe heet het? Van de week nog een paar van die kabels met van die Terminators erop in de hand. Oh, die tulpen dingen. Ja. Oh ja. Heerlijk. Kut, ik kan net niet dichtbij genoeg. Voor zeker, jongens. Oh. Oh, lekker, ja. Shadow, mooie tijd, man. Ah. Alles boven 1,35,8 is handig. Ah, het is slecht, jongens. Ik was de eerste. Ja, dat zeg je helemaal juist. Wat vind je de Sherra rijden eigenlijk, Cello? Zeg je? Ik vind de Sherra rijden. Ja, wel, precies, goed. Langzaam, maar. Het gaat wel langzaam, inderdaad. Als je die prototype gewend bent. Je vond trouwens, ja, vind trouwens een hele fijne auto. Ik vind sneller weer aan, hoor. Dan hebben jullie ook nog wel wat leuks in. Oh, wat was dat ook alweer, Swaffelaar? Die TC1 was dat toch? Die TC1, M1, ja. Zoek maar even die TC1 als je wil, Nox. Ja. Ja. Die is wel leuk, ja. Volvo 155, Romeo 155. Leuk. Je zit nu mee te kijken. Ja, ik kijk nu mee, ja. Ik heb 10 speak op mijn netboek geïnstalleerd. Maar wel vreemd, hè? Je start hem op. Ja. En dan krijg je gelijk een zwart beeld. Of krijg je niks gewoon... te zien. Hij is een lader, dan krijg ik een Touring, de Touring TC1 zijn een Special Europe event, geloof ik. Oké. Ik ga direct even kijken, zo voor je. Ja, volgens mij heb ik ook een keer iets, Koen, met mijn game. Toen had ik via Nvidia zelf de instelling van de game aangepast, omdat die stond bij mij maximaal, daar de stad uit niet. Ja, ik heb net... Volgens mij via de Nvidia GeForce... Waar zaten die auto's, jongens? Settings, Special Europe Events. Even kijken. TC1. Nou, de drivers geüpdate. TC1 specials, die? Touring, ja. Ja, is dat al sit on the touring cars TC1 specials? Ja, ja, dat is het. Okay. Unicorn, nou, Volvo. En dan echte banen, toch? Ja, doe maar een grote baan met een paar ronden. 3 of 4 rondjes, 5 rondjes, maakt maar niet uit. 12 rondjes. 24 uur. 24 uur, kijk of Cello dat vol kan houden, 24 uur. En toen viel de batterij van de controller uit, jammer joh. Een draadje aangeveld. Ja, heb ik ook een draadje eraan. Ja. Oh, is dat zo, ja? Heb je al eens een keer meegemaakt dat die uitviel dan? Nee, deze is nog zo uit. What the fuck voor wagens zijn voor het dan voor het tijd. Ja, die zijn vet, jongen. Vette bakken. Ja, die ligt zo op, als een blok op de weg, die BMW M1 Turbo. Ja, dat zijn leuke auto's. Zijn niet al te snel, maar het ligt wel lekker op de weg. Nou, al te snel, volgens mij tikken ze ook de 300 aan, hoor. Ja, die gaat echt hard. Ja. Heb je trouwens een originele, Karel, originele Xbox controller of heb je een Neppit? Ik heb een Xbox R1 controller tegenwoordig. Nee. R1. Ik wilde de laatste aan een beetje racen, Mark. Dat was een SQ5. Ja. Op de Europaweg Apeldoorn in. Die heeft verloren. Oh. Ja. Dat is toch leuk zo'n Teslaatje, hè? Met die firmware. Ja, update. Dat is toch wel leuk, stiekem, joh. Wat haal je nu dan van 0 tot 100 met die laatste firmware? Ik zit op 2.87 nu.
Yes. En hoe vaak moet je nieuwe banden eronder leggen? Nee, hij rijdt nog gewoon. Al in de zomer heb ik haast 400 en nu heb ik 300 ergens in de buurt. Als ik Groningen heen en terug doe, is hij precies leeg. Oh ja, nee, maar hoe vaak je nieuwe bandjes eronder moet leggen als je telkens die stoplichtsprintjes doet? Oh, nou hoor. Want hij slipt niet. Goeie traction control. Ja, alles onder hem. Oké. Okay. Van spannend altijd de eerste bocht, hè? Ja. Oh, jezus. Je weet gewoon dat je gebeukt wordt, hè? Nox. Wat? Nee, niks. Ja, dikke beuk, man. Zo, hij heeft geen rem. Nee, rem. Jongens, we moeten hier rechts, hè? Het zijn ook van het jaar 1985. Ja, echt, hè? Als coleren. Midden in de bocht of vlak. Blijf inderdaad vlakke bal. Ik stuurde naar rechts, maar hij bleef maar aan je vastzitten. Ja. Dat zal wel, hè? Oh, wat gedaan? Nee, cello! De achterwiel op het zand. Hele auto kapot. In mijn kastje, vooruit. Zo, wie zet dat er ook in de zand? Kijk. Fuck. Geen schade, oh, valt mee. Nou, een beetje. Ah, Marcel! Satnaatjes! Dan mag het eens een keer. You're in second place. De laatste 10 races alleen maar pech gehad. Jammer nog. Oeps, sorry, Mark. Ga dan, ik wil winnen, hè? Dat snap je. Oh, ik krijg er nog penalty voor ook nog. Ja. Ja, dat is wel een beetje lullig, ja, want ik deed het eigenlijk. Mijn god, wat heeft die auto een lange remweg, zeg? Ja, niet normaal. Ja. Heeft die überhaupt een remweg? Wat voor hel? Zet er de trommelrem op ofzo op dat ding? Ja. Yes. Ja. Gaat je motorkapje al? Ja? Is die eraf? Nog niet, maar hij zit aan eraan. Ja, dat zie ik zelf dus niet. Oh. Oh, dat ging net goed. Oh ja, daar gaat hij. Ja, daar ging hij. Mijn ook trouwens. Jezus. Wil je die laatste bochten vol gas nemen ofzo? Bijna wel, ja. Ah, ik rem daar dus. Je blijft maar een zwart scherm houden, Koen. Met opstarten. Ik ben nu opnieuw om te opstarten, dus. Met de drivers op. Ja, update. Je hebt dus nu de nieuwste drivers erop en je hebt DirectX geüpdate. Ja. Nou, een poging X en dan houd ik het op voor vandaag. Dan doen we het volgende keer op een andere laptop. Dit op een laptop te installeren? Nee, dit was een download PC. Ah, oké. In een PC. En weet je zo wat voor videokaart erin zit dan? Ja, een Radeon, wat is het? AT. Ja, en AT. Dan? 58? Ja, ja. Dus je hebt dat je Nvidia drivers zit te updaten en er zit een Radeon in. Ja, dat heeft het niet geholpen. Scherp, ja. Geef maar gas. Dan moet je echt wel remmen. Die is nu al einde. Oh. Ja, we zijn al binnen. Voor mij heb ik een penalty. Ja, 2 seconden, kak. Ah, jongens. Jammer, cello. Ja. Ja. Ja, maar hij heeft hem wel. Want ik had strafseconden. Oh ja, ja, inderdaad. Ja. Mazbek. Wacht een keer. 1-12-6, jezus. Ja, ik vind dit baantje, op een of andere manier vind ik dit niks. Maar ik vind deze wel fijn. Ik verrem me elke keer bij elke bocht eigenlijk. Ook al ga ik voor de rode lijn al in de rem, maar hij glijdt maar door, joh, echt. Ja, ik zag Paul, die had ook een zandverstuiving.
Dat in de vast in de grindbak, ja. Ik ben er niet meer uit in. Je bent al level 118, neem ik aan, even. Ja. Echt waar, joh? Jezus. Restjes 171, hè? Nee, 200, wat is het? 271 ben ik. 271? Ja. Bij 200, bij 200 krijg je geen ander kleurtje. Weet ik niet. Ik denk dat je... Nee, als ik nu naar de 100 zit, dan krijg ik zo'n rood grid-embleem, volgens mij. En dan houdt het op. Oké. Okay. Wil ik ook. Ja, ik ben rank 40. Yay. Ik ben pro-driver geworden. Nou, ik zou hem niet overdrijven, hè? Het stond onderin. Steam zei hey, lekker Paul, je staat eerste, jongen. Oh. Ja, dat is niet lekker voor ons. Ja, en alles op de internet is ook waar, hè? Dat zegt niks. Gewoon goed naar die pijlen kijken. Zeker. Als je die maar gewoon precies achter je auto houdt, dan kom je ze er niet langs. Gewoon slingeren, hè? Ja, slingeren is geen probleem, hè, Paul? Nee, dat gaat goed. Ja, dat is wel. Ja, alleen die bochtjes zijn lastig. Elke dag is een feestje met Paul, hangt altijd de slingers op. Ja. Heb je de dead zone nog ingesteld op je stuurtje, Paul? Ja, ja. Ik ben echt niet eens oefenen geweest, joh. Ah, hij rijdt een stukje lekker. Paul zegt alleen dat als hij wat enthousiast is, dan trekt hij te veel aan het stuur. Ja, dat maar... Je moet hem eigenlijk helemaal stil houden. Ik zou niet remmen hier. Nee, dat niet denk ik gewoon niet. Ik denk, Evert rijdt voor me, dus die fuck me wel op. Paul, jong. Marcel! Domme man, Jezus Christus. Nou, voorbij, Evert. Nou, ik adem eruit. Jezus, jongens. Dood. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Jawel, hoor. Het zijn allemaal goede chauffeurs, Swaffelaar, hè? Tering, Jantje. Echt no respect, hè? Oh, nee, beuk nog harder afstammen. Hoi, Paul! Jongens! Ik denk, ik ben er langs, komt hij in één keer toch nog terug. Een enorme sweeper. Ben jij daar met het Mark? Ik ga allemaal penalties doen, Karel. Duw me de hele tijd naar buiten. Wat een kutbaantje, zeg. Ja, fijn, hè? Fijne baan, hè? Leuk met deze auto. Tering, hè? Jij wou driften, nou. Nee, alweer. Nee. Dit stuurt niet, man. Oh. Ik kan alle kanten op, man. De baan heeft getikt door iemand, gelijk is mijn... Het is een leuk rondje als je met een stuurtje rijdt, denk ik, of niet? Ja. Botsende oksels. Ja. Ja, ik heb het wel warm, ja. Hallo jongen, rij je eerst hè? Ja, ik verbaas me ook. Geen fouten maken hè? Ik ben op onze concentratie bezig. Oh! Kut. Ga maar weer opjagen door degene achter me. Dat is Shadow weer, hè. Wat een scheidbaan is dit, jongen. Echt, alleen maar links, rechts, links, rechts. We kunnen ook alleen die Chinezen maar bedenken, dit soort banen. Oh, jongens. Die laatste bocht slaat nergens op. Dan laag van de zon. Lekker, hè? Remmen, kreng. Remmen, kreng. Ja. Maak eens een foutje, Marcel. Nee. Ik
Blijf gummen met die auto. Nou, opzouten, Shadow. Godverdomme. Ja, en nog een Nemesis erbij, lekker hoor. Ah, dat was wel. Nee, dit niet. Oh, ah, fuck. Shadow, jongen. Nee, hè. Nummer 2 is vandaag. Lek. Ah. Lekker, Marcel. Nee, hè. Oh, oh, wat een gebeuk, zeg. Allemaal. Ja. Met 1,19 vast is, win je ook nog. Ja, dank u. Constant rijden, hè? Chillen had zeker van niemand last, of wel? Nee, als je vooraan rijdt, gaat het goed. Ja. Ja, maar dan nog niet de snelste ronde, dat is een beetje jammer. En rustig aan. Niet uit. Ik moet over 3 rondes de snelste zijn, hè? Ja. Laat mij dan. Ik vond het een fijne auto, maar de baan was echt zo ongelooflijk kak. Ja. Helemaal klaar met dat gebeuk. Echt. Ik heb je niet gebeukt, David. Mij zult geen last hebben. Marcel! Hey! Ja. Oh wel. Uitprint op A9. Oh, net te laat, kak! Net te laat. A9 is inderdaad eventjes de grote van een kleine zegel, hè? Dus... Oh, ja. A0, dat moet ja, je hebben. Ja, ik denk dat ik wil op A0 wil hebben. Kun je nog een screenprintje maken van een YouTube-filmpje straks, Marcel? Dat is wel leuk. Laatste raceje. Ik ga daar vandoor, jongens. Ik zie de volgende week. Ik ga ook vandoor. Poging 2 volgende week. Volgende week. Doen we er nog eentje. Ja, nog eentje. We doen er nog eentje, jongens. Disconnected from your channel. Even de beukers eruit en even weer puur op talent. Ja. En dan kan ik weer eerste worden, tenminste. User disconnected from your channel. Shadow nou stopt met beuken, dat scheelt zo enorm. Ja, enorm, ja. Pak gewoon 3 seconden per ronde dan. Event ja, is using met dat slinger van jou. Oh, deze kan niet. Hij zegt dat ik content. Die content heb ik niet ofzo. Nee, maar je kunt wel de Pacanini krijg je gewoon mee. Pacanini. Nee, hij krijgt echt een DLC-melding. Oh. Ja, dan krijg je. Je krijgt de loan car ofzo. Ja, ja, ja. Ja, wel, dus hij kan wel meedoen gewoon. Dus we hebben allemaal de Pacanini. Ja, misschien Chris niet, want die heeft er geld zat, maar. Oh, ik kan inderdaad een nieuw vehicle doen. Oh, ja, ik ook. Oh, we doen nu wat anders. Honda. Die is leuk. Oh, die Honda NSX, ja, dat is een lekkere bak. Doe maar flink veel ronden als laatste raceje. Dan kunnen we echt zien wie de beste is. Nou ben ik benieuwd wat voor circuit die kiest. Doe maar Barcelona, de grote baan. De Barcelona, de GP. Die kent iedereen goed. Ja. Mooie foto, Marcel. Ja, ik ben net te laat. Ik ben echt de eerste. Wat zit hij dan? Alleen de achtergrond of zo? Ik kijk dan waar je hem hebt. Oh mijn god. Mooi hè, die Koen is gewoon de hele avond bezig. Maar nee, sterker nog, hij is vanaf 6:30 al bezig. Hij is de beste PC geloof ik dan. Nee, maar ja, wat verwacht hij nou? Hij zegt ja, ik doe even mee. Hij heeft geen Steam, had niks, had hij. Ja, had we ooit een keer Steam geïnstalleerd, 60 jaar geleden. Ja, maar ik denk ook niet dat hij gewoon een grafische kaart überhaupt in dat apparaat heeft. Want... De laptopie. Ja, ja, nee, want ja, hij lacht erop, want maar grid in, hij heeft in een ATI-kaart en er zitten NVIDIA-drivers te installeren, dus... Ja, nou, tot in alle eerlijkheid, grid draait op de Dirt Engine en de Dirt Engine draait op elk apparaat. Het is echt gewoon... Als jij hardware vindt waar grid niet op werkt, dan mag je het me aanwijzen, snap je?
dat is die vriend van die zoon van Robon. Die had een PC waar de videokaart te laag was. Die had volgens mij een 550 Ti Nvidia. Maar dan krijg je zelfs dat spel aangaat en klopt. Dat dan het spel zegt, joh, maar luister, dat gaan we even anders doen. Hij krijgt gewoon helemaal niks. En zonder 480 moet dat kunnen, toch? Ja. Zo 486, ja, klopt. Ga je weer vooraan, Marcel? Ja, ga weer vooraan. God. Goden zijn wel met jou, hè? Pas op voor die eerste bocht hier, hè? Gas los. Yo, wie was dat? Steven! Ah, wat een nou, ik helemaal niet, voor mij. Jawel, even, jij pakte gewoon de vangrail. Nee, 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 voor mij ging er eentje dwars. En daar beukte ik tegenaan. It wasn't me. Godverdorie man, mijn auto naar de klote, net gekocht. Wat dan moet ik uit het eerste kastje. Ja. Doe maar een tikkie. Nou ja, dan maar de snelste rondetijd rijden. Huh? Wie rijdt er voor jou, Evert? Iets roze, en verlies de motorkap. Ja, die ben ik ook al kwijt. Voor mij rijdt Shadow. Oh. Foutje. Ah, kak. Oh, je tikt me. Sorry, Karel. Ik kan de bocht bijna niet meer houden. Nee, ik ging achter ze voor omdat jij mij aantikt. Die laatste bocht voor de finish kun je plank gas nemen, trouwens. Ja. Ah, oh, fuck. Ik maakte weer een foutje over de finish. Godverdomme. Eigen schuld, dikke bult. Je bent de oude man aan het worden, hè? Je houdt niet meer zo lang vol. Ja, ik moet eigenlijk een beetje heel nodig plassen. Geen flesje heel in je tafel staan. Vijf minuten kun je plassen. Ja, dat is ook oude man de kwaaltje toch even. Ja, ja. Ja, maar normaal gesproken houden we wel een pauze. Dat hebben we deze avond helemaal niet gedaan. Nou, 10 minuten een keer. Ja. Oh ja? Ja. Zaten we op Koen te wachten. Dan had je 3 plasjes kunnen doen. Ja, maar toen durfde ik niet weg te gaan, want ik dacht elke keer, Koen, is er nu bij. Ja. Maar we zullen volgende week wel even een standaard plaspauze inlassen, ja. Die plaswekker even zetten. Ja, precies. Of meteen alleen niet, hè. Ah, ja. Of een frisdrankfles. Je hebt ook Tena Man, hè. Tenaflas. Net zoals South Park toen. Ja, precies. Nou, Paul, het gaat wel een stukken beter al, hè? Zeg dat nou niet, man. Dan gaat het zo weer mis. Volgens mij heb je een klapband. Nee. Ja, linksachter is kapot. Echt? Ja. Zeker niet. Ga stoppen. Dan kun je nou wel lekker mee rijden. Ah, ik vind het wel fijn dat je me even de wand indrukte. Daar ben ik wel heel blij om. Dag wel. Nou, ik heb met veel moeite Karel hier gehaald en nu zit Karel weer voor me. Ja. Paul, je rijdt op je velg. Nee. Is toch maar. Niet mijn achterkant aan. Oh, sorry. Karel, je hebt trouwens geen vleugel meer, zie ik. Nee, je hebt een motor en ik heb al bijna kwijt. Ah, fuck.
Mark, ik zie niks, dan zit je een motorkap op. Oh, sorry. Ja, foutje maakte ik daar, god. Ben je nog gaan rijden, Paul, joh, met één kapotte band? Nee, ik ben er niet helemaal. Ja, ah, dan gaat mijn motorkap eindelijk. Kansloos. Nou, laatste rondje. Dan kunnen jullie uitrusten. Dikke fout in de eerste bocht gelijk. Je moet toch remmen, jammer. Anox, je sluit wel mooi af met de eerste plek. Sowieso. Die fucking brigadier is er niet, hè? Ja, maar ja, dat scheelt wel, gozer. Ja. Dat scheelt wel, ja. En die Hachi. Ja, Hachi ook, jongen. En die andere, die waterpolo. Ja, maar die kan af en toe ook nog een potje rijden. Ja, hij heeft wel lopen oefenen en hij had de controle nu ook goed afgesteld, dus het scheelt wel enorm. Nou, Paul gaat lekker, man. Met een kapotte band, echt ongelooflijk. Ja. Oh, Chris. Ah, ja. Twee tienden hoger. Kerel. Ben je er nu al, Nox, trouwens? Ja, natuurlijk. De standjes. Hoe dan, Paul? Hoe kun je voor mij blijven met drie wielen, echt? Fuck. Wel de snelste ronde. Lekker, even. Ik krijg deze auto niet snel. Ja, ik zag die ene bocht, Karel, waar je heel veel naar rechts moet draaien. Ja? Dan moet je eerder remmen, dat je de bocht rustig neemt. Want als je dan te hard gaat, dan kom je helemaal naar de buitenkant en dan blijf je maar slippen. En dat kost je gewoon 3 seconden. Ah, oké. Okay. Techniek 0 XP, wat is er dan? Nee, man. Ik zag op die bocht heen. Techniek 0 XP. En als je nou een keer wil zien wat voor iedereen de rondetijden heeft, dan moet je bij je profile klikken. En dan dan heb je daar leaderboard staan rechts. Dan kun je dat zien. Dat kan wel andere gasten. Binnen grid bedoel je? Ja. Maar dat kan je alleen als je, als je uit de multiplayer bent. Ja, ja. Nou, ik kan niet kijken, hoor. Hey, maar als je eens een keer een race doet en je denkt, nou, dit is echt weer een tijd. Dit is super gaaf, ja. Dan, ja, je moet van grappers kijken, Evert. Want jij bent af en toe 1 of 2 seconden sneller op andere banen. En Imsper Flesje en ik, die staan af en toe 18e van Europa, weet je wel? Echt waar? Ja. Dus jouw tijden staan er ook in, hoor. Ik geloof dat Chris ook ergens 10e staat van de ja, wereld. Ja, precies. Oh. Okay. Ik zag helemaal niks meer, ik zag alleen maar rook. Ja, ik pakte een stukje grindbak mee. Ik moet nou toch ook wel heel nodig plassen. Je hebt zeker 2 van 5 nu, of niet? Nee. Of is dit de laatste? Ik was zo om mijn lucht die daar zo recht doorgeven. Ik kon het niet halen, ik moest echt een ginbakje in. Echt, eerlijk waar. Ik heb hem niet gebukt, David. Ik heb hem niet gebukt. Ja, maar ik moest ook heel erg plassen. Alleen, toen wilde mijn vriendin ergens zuigen. Juist, en toen deed ik alsof ik kwam. Ik wil het niet weten, Nox, echt niet. Nee.
too much information. Oh, nou snap ik waarom de kinderen van Chris nog niet mee mogen doen. Ah, fuck erop. Ik krijg track limits melding. Ja, hier zit buiten de lijn. Nee, ik zit binnen de lijn. Misschien met een wieltje eroverheen, maar... Ah, Lindbergh. Nee, die bocht even niet. Heb je Shadow voor, hè? Ja, daarom. Oh, Mark. Maar een beetje doorrijden, Karel. Kom op. Ja. Nu ben ik zelf als stootkussen gebruikt. Ja, ik kan me nu natuurlijk ook heel erg verremmen, hè? Want ik zit nu achter Shadow. Push to the front. Ja, dan verrem je zo achter. Zo gebeurt. Nee, maar dat doe ik niet. Dan gaat hij weer huilen en dan zegt hij weer rotspel en dat is allemaal mijn schuld. Lekker, Karel. Ja, ik denk laatste rondje. Ik moet wel even op het podium komen. Ja, netjes even. In ieder geval voor Cello, dat is belangrijk. Zo, 39. Netjes. Zit allemaal wel heel dicht op elkaar, ja, zeg. Netjes. Ik weet alleen niet wat Nox aan het doen is. Oh, je moest echt plassen. Nee. Oh. Nee. Gewoon elke ronde iemand die me de schuin afbeukt. Dus ja, dan houd het op, hè. Dan kost je 4 seconden. Ja, ruim. Je weet wel wat het toppunt van plassen en poepseks is, hè, Noxy? Ja, dat is een vinger in de reet steken en dan afvegen op de bovenlip. En klopt, dan net zo lang blijven zitten, ja. Nee, hey, het is gewoon een stront tussen de tanden vandaan zeiken. Wat? Ja, joh. Ik hoop dat je de video net uitgezet hebt, Shadow. Wat een slecht verhaal. Oh, wat is dit? Ik zou dat YouTube-fragmentje eventjes naar de vrouw doorsturen. Ja, je hebt ook nog een bejaarde versie hiervan, hè? Ja? Ja, dat zijn bejaarden die elkaar stoma leegzuigen. Ik zou die laatste 2 minuten muziek erin laten komen bij de YouTube-video. Dat is echt de ultieme vorm van recycling, zeg je? Nou, heren, het was me genoegen. Ja, was wel geweldig. Klopt, en ik ga dromen over auto's die elkaar stoma leegzuigen. 10 keer later.